Welkom bij een nieuwe aflevering van Denkers met als gast Jessica Verreken. Voor het beginnen zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven als u deze goed vindt en deze ook te delen met uw omgeving. Op onze website vindt u ook manieren om ons te steunen. Bekijk dit ook even, want we hebben dit echt wel nodig om content te blijven maken en zo blijft iedereen content. Dan de inleiding van onze gast van vandaag. Jessica Vereken is zowel kinestherapeut als orthomoleculair moleculair therapeut. Gewapend met uitstuitend evidence-based wetenschappelijke, anatomische, biochemische en fysiologische kennis over het menselijk lichaam en de evolutieleer, linkt ze de psyche, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, de organen, het skelet, de voeding en zoveel meer tot een groter geheel. Bij patiënten gaat ze op zoek naar de oorsprong van het probleem, want het symptoom is nooit het echte probleem. Jessica is de oprichter en bezielster van Care for Freedom. Deze organisatie wil de belangen van medewerkers uit de zorgsector behartigen. Opkomen voor de rechten op vrije keuze en de uitoefening van hun beroep in tijden van COVID-19. Welkom Jessica. Uh, ik ga u eerst beloven dat we deze keer niets gaan knippen. Ik refereer uiteraard naar, naar, het, naar jouw interview. Je had de zevende dag van... Wanneer was het? September, oktober? Uh, 22 november. 22 november. Uh, Vorig want ik jaar. Ik heb jou toen uh, ontdekt of, of, of leren kennen. Ja. Uh, want toen ben je toch een beetje bekend geworden? Of, of, uh... ik, ik heb daar zo geen notie van. Maar ik uh. denk toen wel... Dat ik, ja, dat is een beetje viraal gegaan, hè, dat ja. filmpje. Ja. Ik had toen ervoor ook wel al een ja. berichten verstuurd en Care ja. for Freedom bestond al eigenlijk. Okay. Maar uh, het filmpje op zich is echt viraal gegaan. Ja. Het feit alleen al dat dat zo gecensureerd geweest was, ja. en dat geknipt geweest ja. was. Want niet iedereen zal het gezien hebben van de kijkers, maar wat, er, wat is er juist gebeurd? Er was een, ongeveer een minuutje getoond op, op de zevende dag zelf, klopt dat? Ja, iemand van de VRT had de notie van het bestaan van Care for Freedom. Of toch dat ik uh, toch een beetje weerstand bood tegen de vaccinatieplicht. Ja. En die hadden mij gecontacteerd. Of dat ik het zag zitten om in de zevende dag te komen. Live in de studio op zondag. Dat was die zondag van de grote betoging. Ah, juist, ja. um, maar dan de zaterdag belden ze mij: uh, van... Kijk, er is geen plek meer in de studio. Kunnen we jouw interview um, van thuis uit doen? En dan, ja, ik was een beetje op mijn nest gepakt. Maar dat, dat is bij mij soms wel best zo. Um, en dan hebben we gewoon de zaterdag eigenlijk dat filmpje opgenomen. Dat was uh, een kleine tien minuten. Fijn gesprek met de uh, lieven. En uh, dan de zondag is dat in de, uh, de live-uitzending eigenlijk gekomen. En dat denk ik... Ik heb dat zelf niet gezien. Uh, maar dat is denk ik een minuutje of zo geweest dan. Ja. Uh, en dan hebben ze echt wel geknipt en geplakt. En je bent nadien viraal gegaan, omdat je eigenlijk de integrale 10 minuten zelf um, had opgenomen. Hoe kwam er eigenlijk ja. op? Want ik zou er nooit aan denken om zoiets op te nemen. Um, ik eigenlijk ook niet. Dat was helemaal niet opportunistisch. Maar mijn zoon was niet thuis en uh, die was bij zijn papa. En ik had uh, mijn gsm daar gezet, omdat ik dacht van ja, ik ga dat straks doorsturen naar Castro Zo ziet hij dat mama op tv komt, want misschien gaat hij wel niet kijken naar de zevende dag, want ja kinderen kijken meestal niet naar de zevende dag. Dus dat was puur in functie van mijn kindje gewoon tonen van kijk, mama heeft hier een interview gedaan. En uh, daarna had ik dan wel gedacht van ach ja, die zondag hoorde ik dan van via WhatsApp en zo. Mensen stuurden mij van mijn Jazz, je interview, zevende dag, hè? Uh, een minuutje of zo. En ik. Uh, een minuutje. <laughs> dat was veel langer. En dan heb ik eigenlijk dat filmpje online gezet. En dan uh, is dat echt viraal gegaan. Dat is denk ik. Uh, ja, Tientallen, duizenden keren, honderdduizend keer bekeken of meer zelfs. Ik um, ben nu sinds een week of twee, drie op Twitter gegaan en ik heb gezien dat dat daar toen ook enorm gedeeld geweest is. Ik had daar geen notie van eigenlijk. Ja. En waarom is het zo viraal gegaan? Ik heb toen heel veel reacties gekregen van mensen die, die zich echt um, aangesproken voelden, die herkenning voelden, die erkenning voelden, die. Die echt voelden, denk ik, um, wat, dat wij, wat ik op dat moment meemaakte. De dag ervoor, de vrijdag dus, hadden wij te horen gekregen dat de vaccinatieverplichting ja, effectief er, er wel eens zou kunnen doorkomen. Toen was er nog sprake vanaf 1 januari, denk mm, ik. Ja. ja, dat was toen, Van den Broek had dat toen aangekondigd, 1 januari. Ik ben toen echt al huilend in mijn bed gekropen en ik was nog altijd in die modus uh, die zaterdag dan van het interview. En, ik denk dat dat, dat dat merkbaar was. Veel uh, zorgkundigen erkenden zich ook in mijn verhaal, denk ik. Um, ja. Het sprak mensen aan. Het is, recht, het is een echo uit het, uit het, veld, het werkveld. Hè. Als je wil weten hoe dat mensen zich voelen, moet je vooral de mensen uh, de kans geven om te kunnen spreken. en mm. Dat was toen, denk ik, wel het geval. Het zou mm. nog mooier geweest zijn, moest ik uh, live kunnen, kunnen gaan. Alhoewel... Het is wat het geweest is. Hè. Het mm. is gelopen hoe het moest lopen. En misschien had ik live die authenticiteit van toen misschien niet kunnen vasthouden, omdat die omstandigheden gewoon anders zijn. En ik denk dat het, uh, het, het is gegaan hoe het moest gaan, ja. Nou, misschien zullen we eerst even inzoomen op, op Care for Freedom. Mm -hmm. uh, wanneer ben je juist gestart met Care for Freedom? En wat is de betoning geweest? Of, of nog altijd waarschijnlijk, hè? Mm. Er is in september, denk ik. Er was toen al sprake van die vaccinatieplicht. Dat was de hoofdreden. Ja, ik had dat zo in mijn... Wij hebben... Ik ben ondertussen uitgeschot uit die beroepsgroep van kinesitherapeuten. Maar wij hebben ja. ook zo'n beroepsgroep op Facebook. En ik had daar zo wat gepolst van, hé, hey, ik, ik voel mij wel niet zo lekker bij die vaccinatieverplichting zijn er hier nog mensen? En ik was echt superveel reactie op. Ik heb toen gezegd van, weet wat, ik ga ons groeperen, eh, stuurt jullie gegevens door, ik ga een lijstje maken. Puur voor maken. de kinesisten dan? Puur voor de kinesisten is dat gestart. Huh? Ik heb toen een oproepje ook gedaan van, kijk, alle zorgverstrekkers, kinesisten die erop willen op die lijst, ik ga, ik ga ons verenigen en ik ga kijken wat dat we kunnen doen om ons te verzetten daartegen. Want als ik me niet... Lief... Ja, want jij was gevaccineerd, toch toen, dus jij, jij kwam toch niet in aanmerking om geschorst te worden, yeah. of zie ik het fout? Um, ik ben twee keer gevaccineerd met AstraZeneca. Ja. Ja. Maar uh, ik was toen al niet meer van plan om mijn booster te nemen. Ja. En je, wist, je ging er toen al van uit dat je de, de derde ging nodig hebben om te kunnen blijven ja. werken. Okay, ja. Mm, ja. Ik, had het al, ik had het al in het snotje, <laughs> ja. dat het niet oké okay ging ja. zijn. En trouwens... Het, het ging hem eigenlijk niet zozeer om het vaccineren of niet. Ik vind dat je niet kunt opgelegd worden uh, tot het, het aangaan van een medische behandeling. Ja. Ik haal het even juist aan, mm. omdat ik vind het... Het maakt jou voor heel veel Vlamingen waarschijnlijk veel geloofwaardiger, mm. omdat je net wel gevaccineerd bent. Hè? Want mm. iemand die daar bewust niet voor kiest, wordt heel vaak uitgelachen. Jij hebt dan die eerste twee vaccins wel genomen. Mm. En, en ik denk dat je dan makkelijker... Mensen kan, kan bereiken, daarom dat ik het even heb, heb aangehaald. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat ook wel. Um, hoewel ik het niet zie als een, een, een slimme zet of een opportunistische zet om mijzelf geloofwaardiger te maken, want ik denk dat mijn geloofwaardigheid vooral komt van het feit dat ik uh, eigenlijk wel gewoon uit mijn, uit mijn hart spreek en uit mm -hmm. mijn buikgevoel spreek. Um, maar nu achteraf. Blijkt het wel een goed argument te zijn om mm. te kunnen zeggen: van kijk, ik heb het genomen en het heeft niet gewerkt. En, uh, niet gewerkt? Hoe bedoel je? Ja, ik heb uh, twee maanden na mijn tweede vaccin heb ik COVID gekregen. Dus je uh, zou kunnen zeggen dat ik zelfs schijnveilig was, want ik, uh, ik was besmet en ik wist het op dat moment nog niet. En, Moest ik iets wat naïver geweest zijn, zou ik uh, de gedachte van: oh, ik ben gevaccineerd, dus ik ben veilig. En uh, dan kunnen gewoon mensen blijven besmetten zonder dat het doorhebt. Maar ik, ja, ik ging daar al niet van uit hoor, dat ik heel veilig was met dat vaccin. Dus ik heb toen gelukkig wel uh, alle maatregelen genomen om zo veilig mogelijk te zijn voor mijn patiënt maar, uh, of patiënten. Maar dat bleek, ja, ik was positief. Um, en ik heb toen, denk ik, ook wel één bes patiënt besmet. En dan ben ik een beetje boos geworden. <laughs> dan had ik wel eens iets van. je nu niet. Over hier... welke periode spreken we nu? Dan? Dat was uh, september, oktober. Dus ik was dan toen al Care for Freedom aan het oprichten. Um, maar nu zijn we twee dingen door elkaar gaan. Ik zal misschien kort nog even. Care for Freedom is dus ja. gestart vanuit de kinesitherapeuten. Okay. Maar er was heel snel heel veel vraag van andere zorgverstrekkers. Ik kreeg mailkens van. Alle groepen, maar echt artsen, tandartsen, apothekers die mij zelf stuurden, uh, psychologen, flogopedisten... Uh, eigenlijk verpleegkundigen uh, iedereen wou op die lijst komen dus uh, in het begin was dat zo manueel zat ik zo uh, maar dat ging allee, um, ik kon dat niet meer aan en dat was uh, we waren denk ik maar 1200 kinesitherapeuten. Uh, en dan ben ik overschakeld naar een systeem met een soort van petitie en is die groep Care for Freedom effectief ontstaan op Facebook en dan ja, kon iedereen aansluiten in die Facebookgroep en voordat ik het wist zaten wij aan uh, meer dan 7000 leden om dus, mensen uit te zorgen ja. Die niet ja. gevaccineerd zijn of geen booster willen. Of geen willen. booster willen, of gewoon zich misschien wel gewoon ethisch willen verzetten tegen die verplichting, want het is niet noodzakelijk: um, het, het een sluit het ander niet uit. En nee, dat is enkel Vlaanderen hè? Of... Ja, dat is enkel Vlaanderen. Wow. ja in Wallonië heb je ook uh, Notre-Dame-Droit, bon die ja. hetzelfde doet. En in Vlaanderen heb je ook nog Legal Hearts, ja. die uh, ook hetzelfde doet. Maar Nurses for Freedom en zo, daar heb je denk ik al Sophie uh, van gehoord. Dus we zijn wel met een paar zo, van die organisaties. Ja. Uh, en het doel, echt de missie van Care for Freedom, is dan buiten het groeperen. Uh, jullie bereiden ook juridische acties voor? Ja, of... ja, ja, ja. Oeh! Oei, dat was niet... Ja, ik, uh, ik heb net mijn, knieën, mijn, mijn voet onder mijn knie gestoken. <laughs> ik zit hier bloedvoet. trouwens. Uh, um, ja, is dat dan nog ver genoeg? Ja, ja oké, okay, ça va. Um, Het doel... Ja, ja, Ik heb eigenlijk van in het begin dat dat bestond een advocaat gezocht. Hè. Ik wist ja. onmiddellijk van, ja, wij gaan dat hier vlaggen hebben. Wij gaan dat hier uh, voor, de moeten, uh, allez, voor de rechtbank moeten trekken. Uh, om dat te vernietigen, dat leek mij ook wel plausibel. Hoor. Want zo'n uh, ridicule onding kun je volgens mij wel aanvechten. En zeker nu ondertussen, nu dat gebleken is... Dat de transmissie nog altijd niet... Uh, allee, de overdracht van het virus nog altijd even hoog, of misschien natuurlijk. zelfs... Ja, je kunt daarover discussiëren, Maar het is niet veiliger. Hè. Je bent niet veiliger voor je patiënt. En je kunt ook effectief ja, nog ziek natuurlijk. worden. Ja. Um, dus ja, ik vond dat wel zo van... Oké, okay, ja, we gaan dat gewoon rustig hè, aanvechten in de rechtbank. En dan zien we wel. Maar er zijn nog geen juridische procedures gevolgd? Nee. Want de wet is er nog niet? Nee. nee. Dus ik heb dan inderdaad een advocaat gezocht. Uh, wel even moeten zoeken, hoor. Dat was een toch wel een rare zoektocht, want niet elke advocaat wou dat verdedigen. Um, ik heb toen ook wel uh, een beetje de... ja, in de, hmm, Hoe moet ik het nu zeggen? Sommige advocaten hadden een, uh, een bizarre reden om nee te zeggen. Dus het was een beetje moeilijk om iemand te vinden. En op een gegeven moment heb ik, het telefoon, heb ik het telefoon gehad van Ariane. Uh, en die was... Ongelooflijk gemotiveerd. Die had ook zo dat, dat vrouwelijke... Die, ja, die, 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 die vrouwelijke kracht om dat te gaan bevechten... Vanuit een heel andere manier van werken... Uh, dan misschien andere groepen doen. Met, met eerder die mannelijke kracht. En uh, ik voelde mij daar wel goed bij. Dus Ariane is onze advocaten. En uh, het is nu zo dat je niets in de rechtbank kunt bevechten... Als het nog geen wet is. Dus wij zijn nu eigenlijk al acht maanden aan het wachten... Tot het, het onding effectief als wet gepubliceerd wordt. Uh, en dan kunnen wij in actie. Maar we zijn eigenlijk al acht maanden aan het voorbereiden daarop. Ja. Ja. Dus als de wet zou gestemd worden? Ja. Die een dag. Starten jullie dan? De, ja, we gaan dan misschien zelfs proberen om dat een paar dagen ervoor al te ja. doen. We, zien. Allee, we, zijn, we, we bekijken het ook met de andere organisaties: ja. van oké, okay, wat doen jullie, wie gaat er eerst? En, en er wordt koud, echt ja. wel samengewerkt, hoor. Dat is goed, maar ik kan als vragen, ja. want ik ken de mensen van Notre-Bondre Notre ja. en Legal Arts ook, ook vrij goed. En ik was ook vaak aan het denken: van, waarom niet? om als samenwerken om... Uh... Ja, dan heb je maar één kans, hè. Dat is ja. niet slim, hè. Ja. Je moet het slim bekijken en op verschillende paarden paardenwetten gewoon. En ik zeg het, wij hebben een, een, iets, een iets andere aanpak ja. uh, dan, dan bijvoorbeeld Legal Hearts. Dat is dat we, we overleggen en we communiceren ja, en we werken samen. Maar ik denk als we elk vanuit onze eigen expertise En ons eigen ja. gevoel ook van oké, okay, wij vinden dat goede argumenten en jullie vinden dat goede argumenten. Dan denk ik, ja, pak dat we met vier of vijf organisaties vernietigingsberoep gaan maken, ja. zal er hopelijk wel één iemand bij zijn ja. die uh, aan het langste eind trekt. En wie dat dan is, pak, maakt nou, voor mij niet uit. Ja. Nee, het, ja. het doel is belangrijk. dan ja. heb je schrik? Om mijn licentie te verliezen, ja. hmm was een proces geweest. Ik denk dat ik gestart ben met care for freedom vanuit een beetje boosheid en een beetje angst. Maar ik heb door geen heel die crisis geleerd dat, um, dat angst zeker de angst geen goede raadgever is. Um, het brengt mij op plekken waar ik niet wil zijn. Um, die angst is weggeëpt. Ik heb echt wel gevoeld nu en ik voel dat dagelijks meer en meer. Dat als de ene deur gaat sluiten voor mij, dat de andere deur gaat open gaan, En ik vertrouw daar echt wel in, dus... Hm, nee, ik heb geen schrik meer. Heel af en toe komt dat wel nog een keer bij mij op. van, oei, maar dan denk te meer aan de praktische dingen. Hè, van, oei, mm, die een uur moet wel betaald worden. Je moet wel, je moet wel zorgen dat er rondkomt. En ja, ik ben, alleen, allee, ik ben alleenstaande mama, dus... Ik denk daar ook wel een beetje over na, van hoe moet ik het hier trekken als ik mijn licentie verlies? Maar ah, ik heb zo'n diep vertrouwen daarin. Dat voelt echt eh, alsof dat mijn, mijn, mijn pad is, dat ik nu echt aan het... Het vraagt enorm veel psychische energie om een pad te volgen dat niet het jouwe is. Zowel... Cognitief als, als, als fysiek, als spiritueel. En ik voel nu dat ik echt op een pad zit waar ik op moet zitten. Dus het, het kan niet anders dan dat het zo moet zijn. Ja. ja. Ik vertrouw er ook wel op dat ik wel wat patiënten heb gehouden. <laughs> ik mag tot nu toe echt mijn beide pollen kussen met de, de trouw van mijn patiënten. En uh, daar ben ik ook echt wel enorm, ja, enorm dankbaar voor. Is er naast angst ook boosheid geweest? Ja, kort na als ik besmet was, hè, ik had ook echt zoiets van: Godverdomme, ik heb hier die, die uh, twee vuile prikken gezet. En ik heb het hier alsnog zo. Dat was zo er zat ook wel een zeker sarcasme in, hè, maar er was wel een beetje boosheid. En vanuit die boosheid ben ik dan ook in actie geschoten. Van ja, ik ga hier een persbericht en ik ga hier iets oprichten. En nu, ja, nu voel ik wel geen boosheid meer, niks. Nee. En, maar je hebt de vaccins dan met volle overtuiging genomen? Nee. Nee, nee, ik was helemaal niet overtuigd. Uh, ik heb daar lang over nagedacht ook. Ik heb, daar, ik heb toen veel geweend ook. Dus, uh, goh, ja, um, ik heb toen ook heel veel dingen opgezocht: hè. pro's, contra's. Al het wetenschappelijk onderzoek dat toen beschikbaar was, heb ik echt, uh, is voorbij mijn ogen gepasseerd. Um, dus ik wist eigenlijk al dat het niet, niet kosher ging zijn, dat het niet kosher was. Maar ik leg dat dan ik leg dat op een weegschaal. Ik leg alles op een weegschaal in het leven van de pros en de contras. En, en op dat moment had ik gelijk het gevoel van... Ja, maar ik weet het, ik moet dat doen. Ik moet hier tonen dat ik wel echt het beste voor heb met mijn patiënten. En ja, vanuit, die, vanuit die overtuiging heb ik dat gedaan, wel wetende dat het... Ja, dat het waarschijnlijk toch niet ging werken. En ik heb toen ook echt wel afscheid genomen van mijn gezond immuunsysteem, zoals ik het kende tot op die moment. Ik heb dat toen ook op mijn Facebook zo geschreven: van kijk, vandaag neem ik uh, afscheid van mijn immuunsysteem, uh, zoals, het, zoals ik het tot nu toe ken. Want voor mij voelde dat ook echt zo. Ik, ik leef gezond, ik rook niet, ik drink eigenlijk niet. Uh, ja, ik. Mijn immuunsysteem was best wel oké. Okay. En op dat moment wist meer. ik van, het gaat voor zijn. En nu niet meer? Ha, ik, um, kijk, en dat is dan weer een, een, een proces dat je aflegt. Um, nu is mijn immuunsysteem ja, niet oké okay geweest. Na die vaccinatie ben ik bijvoorbeeld enorm onregelmatige menstruatie binnenkrijgen. Sinds mijn tweede astrazeneca prik, denk ik, menstrueer ik om de twee weken. Um, wat dan niet wijs is en ook gewoon niet handig. Dus je voelt ook echt wel dat je immuunsysteem echt ja, signalen heeft van... Wow, wat is er hier binnengedrongen? En waar moet ik hier tegen vechten? Um, maar ik geloof ook dat je dat enorm met je gedachten kunt, uh, kunt beïnvloeden. En nu heb ik echt zoiets van... Wauw, nee, weet je wat? Ik heb dat gepakt. Maar ik ga dat niet van dood. Dat gaat mij, ga mij niet krijgen. Dat gaat mij niet krijgen. Ik ga dat wel... Ik ga dat weer op mijn mak uit mijn lijf duwen. Dus ik ben nu groene klei aan het nemen en allerlei uh, ja, detox-supplementen. Um, uh, en, en ik doe dan ook af en toe dingen die mijn lijf detoxen. En ik ga er ook echt naartoe met mijn geest. Van nee, ik, Dat moet uit mijn lijf en dat gaat uit mijn lijf. En dat werkt echt wel. Um, dat klinkt helemaal niet wetenschappelijk. Mm. Maar misschien een beetje empirisch kan ik wel zeggen dat sinds mijn laatste... Klijk, ik heb een kijkuur genomen van drie weken. Dan heb ik een beetje spirulina genomen. En na een jaar is mijn menstruatie ineens weer normaal. Ik heb hmm. eigenlijk wel weer En misschien normaal. is AstraZeneca wat sneller uit je lichaam te krijgen dan Pfizer of Moderna. Ja, dat is een vector. Hè? Dat is ja. geen uh, mRNA-vaccin. Maar nee. ik me juist nog afvroeg, want je zei van... Ik wou het nemen voor mijn patiënten. Hmm. Maar ja bent veel meer medisch onderrecht als, als ik. Maar hmm. er is toch nog nooit een vaccin geweest dat je neemt voor hmm. een iemand anders. Ja, klopt. Heb je daar gewoon het narratief maar, gevolgd, eigenlijk... of, of wou je een, een goede burger zijn? Of, nee, of? ik wou zeker geen goede burger zijn hoor. Um, dat is nooit in mijn leven, eigenlijk een, een, een doel geweest. Maar um, ik dacht toen van kijk, als er ook maar een kleine kans is dat de transmissie. Dus als ik het heb en doordat ik gevaccineerd ben, kan ik het minder makkelijk doorgeven dan als ik niet gevaccineerd ben. Dus een kleine kans dat de transmissie een klein beetje minder is dan. Dan vond ik dat al reden genoeg. Ja. En dat is wel voor de veiligheid van uw patiënt. Ja, en, en toen, toen zeiden en toen ze, ze nog van graag, ja, inderdaad, ja. dat het ook de transmissie ging. Ja. Om zelf ziek te zijn, heb ik het nooit. Zou ik, het nooit allez, ja. ik, ik geloof echt dat ik als ik ziek word, dat ik het ook gewoon kan overwinnen met, mijn, met de kracht van mijn immuunsysteem. Ja. Dus ik zou het nooit genomen hebben voor mijn eigen gezondheid. Ik heb ja. het toen werkelijk genomen omdat ik dacht van oké, okay, als er maar 1% minder transmissiemogelijkheid is dan haak voor die 1%. Ja. Dan is misschien één patiënt niet besmet. Omdat, ja. ik dat vaccin, je doet gewoon alles voor je patiënt. Dat is ook gewoon, je stapt in de zorg vanuit die innesteldheid. Je gaat altijd uit van de veiligheid van je patiënt. Ja, we kunnen ook vanuit gaan dat Frank van den Broeke dan nog altijd denkt... En dan misschien daarom die wet daarom wil doorduwen. Mm. Maar ik vermoed dat jullie met Care of Freedom toch ook alle cijfers goed analyseren. Ja. En met de cijfers die de laatste weken. Eigenlijk, we zien het al lang, hè, maar de laatste ja. weken. De wekelijkse cijfers van Scienza. excuseer, zijn toch hallucinant. Ik weet niet of je ze ja. gezien hebt. Ik heb laatste. vandaag eigenlijk nog gekeken. Het, uh, um, vandaag liggen er ja. per 100.000. is de kans dubbel zo groot om in het ziekenhuis terecht te komen. als je vaccineerd bent. Ja. En, allee, hoe, dat is eigenlijk gelijk. zelf het, de taskforce task vaccinatie vindt het geen goed idee. Mm. Dat zijn toch argumenten die jullie moeten kunnen gebruiken. Mm. Hebben jullie ooit al antwoord gekregen van, van de minister eigenlijk? Of, of? Het is echt, uh, het is ten eerste waanzin dat Van den Broek eigenlijk bij die ideologie blijft. Mm -hmm. Maar ik denk dat we dan ook, uh, ja, het is een ideologie. Het is, hij heeft werkelijk in zijn hoofd gestoken dat hij dat wil en hij zal het krijgen, hè? Ja, omdat die ideologie is voor hem belangrijker dan de inhoud. Ja. Het, het, het nastreven van die ideologie. Er is werkelijk niemand binnen het parlement, geen enkele partij, geen enkele volksvertegenwoordiger die nog 100% achter die vaccinatieverplichting staat. Klopt. Dat weten we omdat we contact ook hebben met verschillende volksvertegenwoordigers. Die spreken met ons vanuit bepaalde partijen. Die geven ons informatie en die zijn er. Is werkelijk niemand die daar nog volledig achter staat. Dus het is de ideologie van Van den Broeke. En ja, dan kan ik niet anders dan eigenlijk. Uh, ja, refereren naar uh, de psychologie van totalitarisme. Dus, ja. uh, van den Broeke past daar eigenlijk wel in, in, in dat plaatje van het totalitarisme. Want ja. daar geef je dat sinds een aantal maanden of weken, ik weet niet, lezingen over? Ja, ergens in februari uh, ben ik daarmee begonnen. Ja. Um, ik modereer een beetje uh, Matthias uh, zijn lezingen, of toch al, althans, ik heb er wel. Uh, Ondertussen de vijftiental gemodereerd. Even voor de mensen die Matthias mm. niet kennen. Uh, je hebt het over professor Matthias de Smet. Ja. Professor Psychologie van de Universiteit van Gent. En uh, misschien moet je even kort in jouw woorden beschrijven, want ik denk dat ik je nu wel heel goed kent, ja. uh, wat Matthias eigenlijk zijn hypothese mm. is. Ja, Matthias heeft een, een heel interessant boek geschreven, Psychologie van Totalitarisme, um, die eigenlijk uitlegt... Um, of toch het, de, het totalitarisme verbindt met wat er op dit moment in de maatschappij gaande is en dat eigenlijk gaat gaan uitleggen. We weten allemaal via boeken van Hannah Arendt en zo wat dat totalitarisme is. Maar wat zijn de achterl achterliggende psychologische um, condities van waaruit dat zoiets kan ontstaan? Hoe is het in godsnaam mogelijk, met andere woorden, dat we hier nu verzeild zijn? De manier waarop dat we er nu in verzeild zijn, dat is eigenlijk uh, waar het over gaat. Um, ja en Mathias heeft me dat in februari gevraagd om dat te modereren en gaandeweg weg ben ik dat beginnen doen en uiteraard ja leest je dat boek en en begint daar ook zelf dingen over op te zoeken en het is zo waanzinnig herkenbaar um, wat uh, wat hij allemaal vertelt in zijn boek um, en het ik kan het ook connecteren met mijn eigen uh, werkdomein, omdat die uh, gebrek aan zingeving, de gebrek aan connectie met de omgeving, het niet meer resoneren met je uh, met medemens, het niet meer geconnecteerd zijn met je eigen lichaam. Dat zijn allemaal psychologische condities van waaruit je gevoelig bent voor massa hypnose. Je voelt je eenzaam, je voelt je uh, angstig, je hebt geen zinverlening meer in je leven, uh, je voelt je gefrustreerd. Dat, dat zijn allemaal rondzwevende, vrijzwevende gevoelens. En dan komt er natuurlijk een, uh, een subject waar dat je je kunt, kunt ja, vastgrijpen. Eigenlijk, hè. En dat is, ja, dat, je kunt dat vergelijken: ja, de terroristische aanslagen, dat zijn onzichtbare vijanden. Hè. Soms zijn dat zichtbare vijanden, maar nu, corona, was eigenlijk een onzichtbare vijand. Zeer gevaarlijk, hè? dat is een, een, een onzichtbare vijand, uh, Triggert ons enorm in ons dorsale vagus, dat is dan een modus van waaruit we um, ons bevinden als we ja, gedisconnecteerd zijn eigenlijk met alles, uh, angstig zijn, gefrustreerd zijn, en dan zijn we zeer gevoelig voor uh, onzichtbare vijanden, en als er dan een narratief eigenlijk aangeboden wordt met in datzelfde narratief meteen een Oplossing, ja, dan grijpen we ons daaraan vast en dan wordt dat het narratief met de bijhorende ideologie. En dan heb je bijvoorbeeld een van den Broeken die die ideologie eigenlijk mooi kan verpakken, uh, of een van Rans die dat dan ook mooi kan verpakken door met zijn kop op tv te komen en om teven welk programma, ja, kom, breng maar van Rans binnen. Ja, en dan wordt dat gevaarlijk, hè. dan komen de mensen in een soort van hypnose terecht. Ja, waar, dat, uh, waar dat we op dit moment, denk ik, wel, wel een beetje in zitten. Ja. Ja. En wat is de conclusie dan van de lezingen? Hmm. De conclusie van... Of, of brengt hij gewoon het verhaal? Of, of... Um, ja, het, het ontstaansmechanisme wordt uitgelegd. Mm -hmm. um, maar we kijken ook verder. Uh, we proberen ook eigenlijk uh, de mensen... Um, duidelijk te maken dat zolang we leven en denken en uh, werken en het, de wereld aanschouwen volgens het huidige mens-en-wereldbeeld, en dat is dan een technocratisch en transhumanistisch wereldbeeld, zolang dat we dat doen, gaan we altijd... Uh, ja... In een, in een soort van artificiële punica oase leven eigenlijk we gaan altijd uh, in, een, in een het is de massahypnose wordt eigenlijk uh, gevoed door wat er nu gaande is in de maatschappij en dat wordt versterkt en versterkt en versterkt. En zolang we op een, op een transhumanistische manier daarnaar kijken, zullen we ook telkens in een nieuwe massa-hypnose terechtkomen. En zal er ook altijd een totalitarisme kunnen ontstaan. En eigenlijk maken wij de mensen wakker om op een andere manier naar dat wereldbeeld te kijken. Eerder het mystieke wereldbeeld. Het erkennen dat je niet alles kunt weten. Uh, leren leven met het niet kunnen verklaren van alles uh, in de wereld. Eigenlijk uh, is het oké okay om uh, de wetenschap te volgen en uh, tot daar waar de grenzen van onze ratio reiken, maar dan moeten we voorbij die grenzen kunnen gaan. En dat is eigenlijk wat dat veel mensen uh, vergeten: dat we, ja, dat we moeten erkennen dat er uh, nu eenmaal dingen zijn in, in het leven die niet verklaarbaar zijn. Het, het, het alles overheersende niets, eigenlijk. Um, het, het, ja, het, het mystieke, het hoddelijke, uh, het kwantumfysische, uh, eigenlijk is er uh, geen verklaring. Voor heel veel dingen. En mensen zoeken eigenlijk zodanig harte verklaring. Ze denken dat, we, dat de mens maakbaar is, maar we zijn helemaal niet maakbaar. Wij moeten eigenlijk gewoon, wij zijn deel van het universum. Er is niets maakbaar aan ons. En hoe maakbaarder dat we ons eigen presenteren aan het universum, hoe uh, meer weerstand we gaan krijgen van het universum. Dat, ik geloof dat echt. Dat universum heeft zijn eigen manier om, om ons op de vingers te tikken. En dat is nu aan het gebeuren. Hm. Dus de conclusie is voornamelijk uh, dat we allemaal terug moeten connecteren met ons, uh, om te beginnen met, uh, met ons eigen, de weg naar binnen afleggen en connecteren met onze diepste, uh, diepste, diepste krochten van, van onze ziel. En daar eigenlijk gaan kijken, uh, onder andere naar onze schaduwkanten. eigenlijk, Onszelf beter leren begrijpen en daar dan de ruimte creëren om terug naar buiten te kunnen gaan en dan mee resoneren met alles rondom ons. Het weten zit in alles rondom ons. Het zit niet in ons, het zit in alles rondom ons. En wij moeten gewoon meetrillen. Maar als we geconstipeerde, geatrofeerde wezens zijn die... Uh, die niet durven meteren, of die niet kunnen meteren, om nou zodanig in die maakbaarheid zitten van de dingen. En dan gaan we blijven uh, in, in zo'n technocratie en in een uh, ja, transhumanistisch wereldbeeld blijven op een en draaien. En hoe kan je dat concreet doen? Concreet. Connectie maken met je lichaam. Bijvoorbeeld. Mm. Je kunt dat eigenlijk doen door je moet eigenlijk zien dat de puzzelstukjes allemaal. Uh, ik zie dat eigenlijk als allemaal hele kleine puzzelstukjes. Um, om te beginnen uh, bekijk je bijvoorbeeld je lichaam. Hè? Hoe kun je terug in connectie komen met je lichaam? Uh, door simpelweg de natuur te gaan opzoeken, door simpelweg alle vormen van technocratie zoveel mogelijk uit je leven te bannen, uh, offline gaan, echt werkelijk uitchecken, uit het technocratische leven terug zonder gps leren rijden, terug uh, ja, terug echt leren resoneren met de dingen rondom u, door de dingen die ruis brengen op uw frequentie gewoon uh, te bannen uit uw leven Um, terug connecteren met je lichaam... door medicatie te gaan weigeren... door terug je menstruele cyclus te gaan waarderen... zoals hij uh, op ons geponeerd werd als mens, als vrouw... Um, het omarmen van alle talenten die je lichaam heeft... Uh, naar het zelfhelende karakter... Uh, de hormetische prikkels, uh, bijvoorbeeld, gaan opzoeken. Uh, koude, warmte, terug honger leren hebben, terug dorst leren hebben. Dat zijn allemaal dingen die ons, die ons dichter bij ons voelen brengen. Hey, want we, het brein schreeuwt, maar het voelen fluistert. Dus we moeten echt gaan. Verstillen, versimpelen en vertragen. Ja. Dat is eigenlijk denk ik de drie essentiële dingen die ons terug doen connecteren. Niet alleen met onszelf, maar dan ook met onze medemens. Maar om te kunnen connecteren met onze medemens, moeten we echt wel eens ruimte creëren in onszelf. Ja. Maar als we hebben. nu gaan doen, stel 100.000 mensen beginnen daar morgen mee. Mm. dat gaat toch totaal geen indruk maken op Frank van den Broeke, die gewoon zijn hmm. dwaze plannen gaat, gaat verder uitrollen. Het hoeft geen indruk te maken. We moeten het gewoon doen. En doordat door dat wij die, uh, die energie gaan uitstralen, dat we echt geconnecteerd zijn met de aarde, met onszelf en met elkaar als individu. Dat we elkaar terug echt horen. Dat we niet alleen luisteren, ik luister, maar ik hoor u. Ik kijk Steven, maar ik zie u, ik raak u aan, maar ik voel u. Dat zijn de, de dingen die we terug moeten leren. Mm. En als we dat allemaal kunnen met elkaar, dan, gaan, ja, dan, dan, dan gaat er een, een communale stijging van energie. Dat is een globale transformatie waar dat we doorgaan. En dan moet je helemaal niemand overtuigen. Wie dat niet overtuigd is, ga gewoon niet mee. En ja, ik, ik geloof echt dat de kracht van die trilling ja, een klein dat gaat, een, dat gaat een barstje slaan in die ideologie. Ik geloof daar echt wel in dat door uh, de energie die wij uitstralen, uh, door die connectie en ook door, het, door de resonantie van onze stem en te blijven spreken in de pu publieke ruimte. echt. Dat is ook wat Amatjas ook verkondigt uh, in zijn vrijmoedig boek: spreken. echt vrijmoedig spreken, maar echt op een, op een zachte, uh, geweldloze, verbindend communicatieve manier blijven spreken met iedereen. Zonder oordeel, zonder interferentie van uw persoonlijkheid. Dan gaat je kleine spiesjes en rotsen kunnen slaan. Dus je moet mm. niemand overtuigen. Mm. Maar is dat al niet vrij goed aan het lukken? Als we nu zien, hè, er uh, lijkt een nieuwe pandemie aan te komen, mm. hè, de monkeypox. Uh, ik heb een indruk dat er nu veel minder mensen zullen meegaan in dat mm. verhaal, omdat er al veel meer mensen net heel vrijmoedig zijn leren spreken de laatste maanden. Mm. Of zie je dat anders? Ja, ik denk dat dat een tweeluik is. Enerzijds zijn er inderdaad de laatste tijd veel meer mensen die, die aan het ontwaken zijn. Zeg maar. Ik denk dat dat, dat dat te maken heeft ook met de tijdsduur. De eerste half jaar zit, zit iedereen een beetje in een soort van angstpsychose en zijt gevoelig voor dat narratief. Maar ja, was je ook zo in 2020? Maart? Ja, ik, heb wel even, ik ben wel eventjes kort bang geweest. Okay, ja Ik ja. durf dat ook wel toegeven. Ja. Maar ik ben nooit in die angstpsychose meegegaan. Uh, bij mij komt dat zijn gevoelens. En die passeren. En die mogen er ook zijn. Hè. Dat is menselijk. Uh, dus ik denk, het is zeer menselijk om te zeggen dat ik wel eventjes bang geweest ben. Maar ik heb met die angst ook nooit iets gedaan. Gevoelens zijn niet iets... Uh, dat, dat, je hebt die, je voelt die, maar je zei die niet. Weet je, mensen die zo gevoelig zijn aan dat da narratief... Die zijn bang. Ik heb angst gevoeld, maar ik ben het nooit geweest. Dat is een groot verschil. Die angst is mij eventjes gepasseerd. Het heeft zo'n zuchtje zuchtje geblazen door mijn brein van, hmm, en dan is dat weer weggegaan af en toe, komt dat een keer voor zo'n dingen dus uh, ja, wat was de vraag eigenlijk ook weer, ik was uh, even weg ja, nee, ik, 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 dat is mijn fout, ik had jou onderbroken uh, maar je was aan, aan het spreken over uh, uh, het ging over het vrijmoedige spreken mm. uh, de, de nieuwe pandemie ah, ja, die ja, zal ja, komen ik weet en het was, alweer ja, O, dat komt dat mensen er nu niet in meegaan. Ja ja, 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 dat is een tweeluk. Dus ja, enerzijds dat... Uh, ja, anderzijds, het, het, het duurt ook gewoon lang. We zijn nu twee jaar verder. En dan zijn mensen ook op dat vlak soms een beetje opportunistisch. En dan zijn dan ook diezelfde mensen die nu een vaccin genomen hebben om te kunnen gaan skiën, die nu zoiets hebben van, ja... Weer al. Het is wel genoeg zeker zo, zoiets. Van oh ja, kan je goed voor nog een keer. Ik heb werkelijk patiënten die gewoon zeggen, oh, ik heb geen zin om nog een keer te gaan aanschuiven voor zo'n booster. Dat is een zeer opportunistische reden, maar zo mensen zijn er ook. Maar als ze dan terug willen gaan skiën, gaan ze het misschien wel. Doen. Ja, ja, en zo gaat dat op en neer, hè? Hm. Ja. zo zijn we altijd een beetje speelval van het feit dat wij in een soort van. Humane biodiversiteit zitten, waarbij dat mensen eigenlijk dingen doen om verschillende redenen. En ja, die redenen zijn zeer uiteenlopend. Hè? Ik denk dat je eigenlijk niet kunt vastpinnen op waarom gaan sommige mensen mee in het narratief en waarom gaan sommige mensen niet mee in het narratief. Ja. Maar ik weet wel, als je nu begint over de apenpokken, dat heel veel mensen gewoon in de lach schieten. Ja. Want pokken zijn er altijd al geweest. Ja. Als kind krijg je de, de mazelen en allee, dat, dat hoort gewoon. Bij het leven weten. We, we moeten ook aanvaarden dat ziekte bij het leven hoort. En ergens groeien daar ook wel een beetje mee op. Allee, in mijn tijd was dat normaal dat je zeker een kind kreeg of zoiets. Hm. Allee, dat, was, dat hoort erbij. En nu zijn wij in een soort van pathogenofobie terechtgekomen, te waarbij dat zelfs iets zo als de pokken hm. al een reden zou zijn om 21 dagen in quarantaine te gaan. En dan denk je: wauw, dat is gewoon. Dat is waanzin. Ja. Dus voor sommige mensen klinkt ook dat niet meer logisch. Gelukkig ja, want, maar. Moet ik moet even misschien meedelen. We zijn dit gesprek aan het opnemen op 21 mei is het vandaag, denk mm -hmm. ik. Hè. De pokken zijn nu twee dagen mm -hmm. uh, in, in, in België. Deze aflevering zal online komen waarschijnlijk pas binnen een, een, een drietal weken. Mm -hmm. uh, maar ja, iets zegt mij. Uh, dat we binnen drie weken veel meer pokken zullen hebben. En, en, en gevoel toch aan heel veel dat hetzelfde narratief van exact twee jaar geleden opnieuw gaat gebruikt mm -hmm. worden. Uh, zie je het anders? Of? Dat hebben we maar zo van die podcast. Dan kunnen ze van die visionaire uitspraken doen. Ah, dan hè? hebben we nu de kans om ons ofwel uh, het bunker op te zitten ofwel ons concreet ja. belachelijk te maken, natuurlijk. Maar, uh... Ja, dat sowieso. eigenlijk... Ik heb het gevoel dat alles dat nu zo'n beetje. Um, een angst kan creëren, eigenlijk deel uitmaakt van het narratief. Maar dan is dat misschien ook, dan maakt dat misschien ook deel uit van ons narratief. Dus ik ben daar altijd voorzichtig Broeien. mee. Omdat, we moeten altijd beseffen dat ook wij vanuit onze uh, ontwaakte groep of wakkere groep, of dat je het dan ook moet noemen, wij hebben ook een narratief. Hè. En ons narratief is eigenlijk. Onmiddellijk ja, afbreken. Ik wil het eigenlijk niet afbreken noemen, maar ik ga het nu toch even doen voor het gemak, voor de logica van mijn uitleg van alles wat ze nu in het nieuws op ons smijten. Um, dus daar moeten we ook voor opletten. Dus ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig met zo van die uitspraken, omdat ik me echt altijd probeer om zo objectief mogelijk naar zo'n dingen te kijken. In mijn objectiviteit zeg ik. Zo'n uh, pokken, uh, een klein epidemietje, dat komt elk jaar. Dat is denk ik uh, iets wat wel nog meerdere keren gebeurd is, maar dan komt het gewoon niet in het nieuws, omdat het op dat moment niet past in het narratief. En dat is nu het probleem volgens mij. Denk, en nu is dat het probleem. Maar nee, het gaat ja. waarschijnlijk uitgemolken worden. En binnenkort ja. zit we in een wereld waar gigantisch pokkenprobleem ja. en, en in werkelijkheid zal dat niet het geval zijn. Zijn, mm -hmm. maar door dat constant in de media te brengen, ja. zal dat opgeklopt worden. Ja. En dat is enkel en alleen maar om een bepaalde ideologie, zoals ja. je zet, net hebt gezegd met Frank ja. van der Boeken, erdoor te drukken. Enerzijds, de farma die je vaccins wilt verkopen. Meneer Van Rans, die zijn PCR-test wil. Het hebben we mm -hmm. gewoon de twee laatste jaren volgens mij gezien dat het belachelijk gemakkelijk is om iets erdoor te duwen. Ja. En dan moet je toch tegen, tegen reageren. Mm, dat jij, klopt. Je wilt iets genuanceerder zijn. Ik ben iets genuanceerder uh, om daar visionaire uitspraken over te doen. Ik denk inderdaad dat het zal meegenomen worden in het, in het verhaal van het narratief. Het, narratief hè. het zal sowieso binnen een paar weken. Maar ik denk dat zoiets ook even op kan doodbloeden als het ontstaan is. Uh, zeker omdat de windpokken, dan, dan heb je eigenlijk als, uh, als, als ideoloog of als manner van de massa, heb je dan wel dikke pech, want dat is, dat is zichtbaar. Hè. Dus als je de windpokken krijgt, dan gaat dat ook effectief zien. want je krijgt ook echt gewoon bulten op je lijf. Um, dan denk ik dat het ook um, realistischer. Zal zijn om een beeld te scheppen van in welke mate het gaat over een pandemie. Want bijvoorbeeld bij corona spraken we wel van een pandemie, maar. Hoe controleer je eigenlijk of iemand corona had? We hebben daar de PCR-testen voor gebruikt. Ja, we weten allemaal ondertussen dat die, niet, ja, dat die niet zo betrouwbaar zijn. Dus is het wel een pandemie geweest? Daar kunt u vragen over stellen. Als de pokken een pandemie worden, dan gaan we daarop zien. <laughs> Letterlijk dan. Want dan gaan we allemaal volop met pokken. Dus ik vind het een interessante... Het is zeer interessant. De natuur heeft ons weer een cadeautje gegeven. Hè. Ja. En uh, ik ben benieuwd hoe dat de komende weken gaat verlopen. Als het een, een, iets pandemisch wordt, wat ik, dat mij sterk zou verwonderen. Maar goed, als het pandemisch wordt, dan, uh, dan gaan we dat niet kunnen wegsteken. Ja. Dat is dus mooi. Ja. Tenzij dat je van de, de pokken een griepachtige verschijnselen krijgt en dat... De pukkels of de puisten maar, maar, maar zelden voorkomen of zo. Mm. Zo zien het goed. Ik denk dat het, de, de bultjes erbij horen. Mm. Ja, dat denk ik. Ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen. Ik heb er nog niet voldoende over gelezen. Ik heb mm. er iets over opgezocht. En het hoort erbij. Mm. Hey. Hoe zou ik de coronapandemie eruit gezien hebben? Moesten de symptomen niet zozeer smaak- en geurverlies zijn, maar bijvoorbeeld overgeven aan de jaren... Dat is eigenlijk een interessante denkoefening, hè? Ja. want dan zou het misschien een heel andere situatie geweest zijn. Ja. En er ja. was al zo'n probleem met wc-papier in het begin. <laughs> ja. 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 ja, ja. De hamsteraars. Ja. Nee, dan zouden we misschien gaan kijken naar uh, een volgende aspect, als uh, ja, care for freedom. Hè. Mm. Je, je doet het voor jouw collega's in, in de zorg. Mm. Uh, maar ik denk dat jij ook een eigen visie en mening hebt over wat er misgaat. In de zorg, klopt dat? Mm -hmm. Ja, er is, uh, er is echt wel een, een, een luide noodkreet uit de zorg, die al jaren door het uh, politieke landschap echoot, maar eigenlijk in oren terechtkomt. Het droogt op Pff, in de, de trilharen van het aqueduct. Het, het, het komt niet toe. En de echo is: um, Ja, de zorg staat onder druk, er zitten heel veel barsten in het, het huidige zorgorgaan. En uh, het staat op dit moment eigenlijk... Uh, het is aneurysmatisch, eigenlijk. De zorg kan op elk moment... Op, op, op elk moment het, we zijn al aan het bloeden, hè, laat ons eerlijk zijn. Als je een zorgberoep hebt, dan is het uh, zeer belangrijk om... Uh, eigenlijk, als je in de zorg staat, moet je enorm gemotiveerd zijn. En dat gaat niet alleen over... Uh, Simpele motivatie waarmee dan een bakker zijn brood kneedt, bijvoorbeeld, maar um, je moet zo intrinsiek gemotiveerd zijn. Mm -hmm. Dat is echt wel belangrijk om te weten, omdat dat een beroep is die zowel fysiek als cognitief, mentaal, emotioneel, zelfs spiritueel heel veel vraagt. Mm -hmm. Je bent bezig met je patiënt. Op een fysieke manier. Je zorgt de ziel uit je lijf. Je moet empathisch zijn. Je moet meevoelen met de patiënt. Je moet daarom ook echt geaard en geworteld zijn, want anders kun je niet meevoelen. Dus je moet zowel in je ratio als in je voelen geraken. Um, je moet allerlei kwaliteiten hebben om daarin te overleven. Want je ziet ook werkelijk echt. Uh, Hartverscheurende dingen. Dus je moet ook de draagkracht hebben, om en de veerkracht en de draagkracht om daarmee om te gaan. Je moet ook cognitief um, voldoende kennis hebben om je job te kunnen uitvoeren, zelfs als verpleegkundige. Ja, die, die ja, verpleegkundigen zijn enorm kundig. In hun werk, in het verplegen. Uh, maar die, die, die weten op sommige vlakken bijna evenveel als een arts. Hè? Gewoon puur uit ervaring en vakkennis en in het werksveld staan. Uh, dat is voor mijn job ook zo. Hè? Ik heb zo'n brede kennis aan, aan medische knowledge en. Dat is heel, heel breed bij mij. Uh, die micro, dat is echt niet goed voor, voor, voor te gesticuleren. Hè. Gewoon, gewoon, gewoon dat is breed ja. dat, is, dat is heel breed bij mm -hmm. mij. En dat hoort ook zo te zijn. Want als je patiënt voor u krijgt, moeten die echt kunnen gaan bekijken uh, vanuit allerlei uh, uithangshoeken... Om een correct beeld te kunnen hebben van die mensen. Dus je moet ook werkelijk kunnen voelen met je handen. Je moet een empathisch vermogen hebben. Oh, dus je moet intrinsiek gemotiveerd zijn op, vanuit verschillende dimensies. En dat is eigenlijk. Waar het op dit moment, denk ik, ontbreekt in de zorg, is dat door de jarenlang de druk die ligt op de zorg, bijvoorbeeld verpleegkundigen die maar zoveel tijd hebben om zoveel patiënten te gaan doen, die dan ook nog een keer allerlei administratieve dingen moeten gaan doen, die dan ook nog een keer allerlei ja, andere taakjes op zich moeten nemen, je verliest een beetje je voeling met de kern van je job. Hey, en, en de kern van je job is het zorgen voor en het empathisch meevoelen voor. Maar niet het, het uitschrijven van een, uh, een, een quota of een patiëntendossier. Of dan poetsen of zo. Allee, ik zeg maar iets. En dan denk ik bijvoorbeeld van, heb tien mensen. En die, van die tien mensen zijn er zes die goed zijn in, in zorgen, zijn er twee die goed zijn in administratie en zijn er twee die goed zijn in poetsen. Maar je ge geeft die tien mensen, alle tien, de drie taken. Zo, zo gaat dat dus effectief hè, op de afdelingen. En ja, dan, dan kunt, kan geen een van die tien mensen die drie taken goed uitvoeren. Terwijl dat het eigenlijk... Evenveel personeel kost om dat mooi te gaan verdelen. Om ervoor te zorgen dat de mensen die echt willen zorgen. dat die dat ook in hart en ziel kunnen doen. en daar niet andere dingen bij hoeven te nemen. Want dan verlies je die intrinsieke motivatie. Ik ben, voorbeeld, ik ben zeer goed in mijn job. Ik, kan dat, ik, ik durf dat openbaar te zeggen. Ik, ik voel dat like ik goed ben in wat ik doe. Maar ik ben zo slecht in zoveel andere dingen. Ik loop marginaal achter met mijn boekhoudingen. met mijn administratie. Dat is gewoon omdat. Het maakt geen deel uit van die zielsmissie. Dat klein, ja, dat, 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 die kern dat hier zit, van waaruit dat mijn, mijn, mijn werkdrive komt, ja, daar zit geen interne boekhouder bij. Die interne boekhouder, ja, dat, is iets, dat komt erbij omdat het moet. Maar... En zo loopt het in het werkveld ook. Hè. En, en, en dan heb je natuurlijk de laatste twee jaar, uh, door corona, is er ook heel veel polarisatie ontstaan op de werkvloer. Ik hoor van verpleegkundigen die een in de bezemkot, of hoe noemde dat het, ja, het, sterilisatiekot moeten eten over de middag... omdat ze niet gevaccineerd zijn en niet bij de rest mogen zitten. En dus ja, je had al een verhoogde druk... waarin dat er te weinig geïnvesteerd was dus in het ja, personeelsbeleid. Eh, ook gewoon te weinig loon, denk ik ook wel, in ziekenhuizen. Ik mag mijn eigen loon bepalen, want ik ben niet geconventioneerd... maar een verpleegkundige verdient zoveel en niet meer... En dat is wel te weinig voor wat dat ze eigenlijk doen. Dan komt daar nog een keer corona bij, waar, waarbij dat je een immense druk wel had, zeker tijdelijk op het moment van de epidemische situatie, dat, er, ja, dat de ziekenhuizen wel heel vol waren, zoals het ook gewoon altijd is in een griepseizoen. De corona-afduring, ja. maar de rest van het ziekenhuis lag ja. plat nee, Ja, nee. dat lag inderdaad. Ja, dus is dat wat dus het was heel veel het soort met je ja. vingers aan het draaien. Ja, ja, inderdaad. Dus dat was ook weer een zeer fout hmm. beleid. En dan komt er daar ja, op bepaalde afdelingen een moeheid... en op andere afdelingen dan een bird-out. En dan heb je nu nog een keer, sinds zomer vorig jaar... die, die nakende vaccinatieplicht. Dat is de druppel voor veel zorgverstrekkers. Er zijn nu op dit moment heel veel mensen die het werkveld verlaten. En dan komen er ook dingen in de krant... zoals uh, ja, een, een, een nepend personeelstekort. Uh, en dan denk ik van ja... Maar dan gaan we nog een keer vaccinatieplichten voeren. En dan wat, nog een keer 100.000 uh, zorgverstrekkers uh, hun ontslag gaan geven. Zijn er zoveel, uh, denk je? 100.000? Ja, we, we, we hebben al een aantal keer aan Sano gevraagd achter de cijfers. Maar die, uh, die reageren niet. Um, dus wij moeten hokken. We hebben ook simulaties gedaan. Een aantal weken geleden spraken ze van... Ik 60.000 niet-gevaccineerden en 30.000 niet-geboosterden. Maar en ondertussen. Van wie kwam dat wie dat was, uh, is ook in de krant verschenen okay. ja. toen, denk ik, dat okay. dat van CNCA kwam, denk ik, okay. maar ik ben dat niet zeker. Okay. Maar als je nu kijkt naar het aantal percentages van gevaccineerde mensen en geboosterde mensen en je probeert dat in het aantal ja. zorgverzekers te gieten, dan ga je ongeveer aan 100.000 komen. Ja. Dat is hallucinant toch? Dat is hallucinant. Ja. Maar ik heb nu iets gelezen in Frankrijk, bijvoorbeeld zijn er een vijftiental duizend zorgverstekkers die geschorst zijn en zijn er in bepaalde ziekenhuizen, uh, is er zodanig personeelstekort dat ze uh, werklozen en allerlei ongeschoolde mensen aan het recruteren zijn en dat ze aan de ingangen eigenlijk zelfs controleren wie mag er binnen en wie niet, want de geschorste zorgverstekkers mogen niet binnen. Maar dan moet je eigenlijk... ja, het is, het is echt waanzin. Dus hoe gaan ze dat hier oplossen? Ik heb geen idee. Is, uh, we gaan het wel zien als het zover is. Hè. Ja. En was het dan buiten het vaccinatieprobleem... de oplossing voor de zorg... buiten meer geld? Ja, want het is eigenlijk zo'n probleem in de zorg. Hè. Ik heb begrepen van vooral ja. de, de burn-out. Ik de las het deze morgen denk ik ook in de krant... Mm. dat de helft van de mensen in de zorg... Uh, op een, 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 een burn-out heeft... of aan het krijgen is... Mm. Maar, uh, een wat kan, moest je morgen minister worden, wat kan je nog doen? Hm. Meer, Goh, meer ik zou inzetten op competente mensen aan de leiding. Je hebt echt leidinggevenden nodig die echt weten wat het is om zorgverzekker te zijn. En dat zie je nu heel vaak niet meer. Dus, uh, uh, competentie aan uh, ja, leidinggevende mensen, uh, zorgen dat dat mensen zijn die. Die beter uh, geschoold zijn in het begeleiden uh, en structureren van zo'n afdelingen, uh, door effectief ook te weten wat er in het werkveld gebeurt. Dus het gaat echt over ook. Goed zijn in communicatie, goed zijn in verbindende communicatie. Ik denk ook trouwens dat incompetentie eh, bij leidinggevende functies een algemeen globaal probleem is. Hoor. Ik hoor ook veel, vaak bij patiënten die een burn-out hebben, dat het gewoon de communicatie met de, de, de bazen gewoon uh, hallucinant uh, fout loopt. Dus ik denk dat er daar uh, ook wel heel veel uh, aan kan gewerkt worden. Uh, ja, meer budget natuurlijk, of herstructureren van budget. Uh, en dan ook ja, ik denk dat het belangrijk is om uh, zorgverstrekkers zelf eigenlijk psychologisch te gaan ondersteunen. Ervoor te zorgen dat die intrinsieke motivatie terug. Terugstijgt, dat er ook vormen van waardering eigenlijk komt. Uh, niet zomaar gewoon een applausje om acht uur of, een, of een, euro, een stuk van twee euro. Dat is alleen maar echte, werkelijke waardering. En dat komt dan niet alleen van de overheid en van de regering, maar ook van de mensen zelf. Ik denk ook dat de patiënt moet beseffen dat een zorgverstrekker um, echt wel iemand is die, die wij zorgen de, de ziel uit ons lijf. Hè. En de waardering die ik krijg van mijn patiënten zorgt ervoor dat ik elke dag weer opnieuw zin heb om naar mijn praktijk te gaan. Maar als je op, uh, niet je eigen baas bent, maar je moet op een afdeling werken waar je echt een race tegen de tijd moet doen. En de patiënten gaan sowieso al, die komen en die gaan. Ja, dan is die waardering soms wel ver te zoeken. Dus ik denk dat het enerzijds een mentaliteitsverandering moet zijn bij de mensen in het algemeen. Don't take us for granted. En een mentaliteitsverandering ver, van bovenop. Van bovenaf, eigenlijk. Uh, en ja, dingen zoals uh, opschaling bij klassieke winterepidemische situaties waarbij dat de griep in het land is. Ja, dan moet je opschalend gaan werken. En dan terug afschalen in periodes dat we, dat we weten dat het gewoon rustig is. Hm. Dus dat zijn allemaal structuren die al bestaan. Dat is kennis die geweten is, maar wordt gewoon niet toegepast. Waarom niet? <laughs> Omdat in België politie, politiek wijs. er zit geen logica in. Hè. Er wordt op veel vlakken worden er beslissingen gemaakt die niet logisch zijn, terwijl dat er dingen voor handen liggen. Waarom? Goh. Opnieuw in competentie denken, het niet meer helder zien en te, te vaak focussen op uh, oplossingen die uh, geen oplossing bieden, en het niet kunnen toegeven als je een oplossing aanbiedt die niet blijkt te werken. Ja. Het is dom om tien keer hetzelfde te doen en telkens een andere uitkomst te verwachten, maar op de een of andere manier doen we dat. En zeker in België. Hm. Ik weet niet of dat eigen is aan ons land, maar ik heb vaak dat gevoel dat dat, dat gewoon absurd is dan hier. We doen gewoon uh, maar verder en we denken dat het dan die tiende keer wel zal werken. Hm. Dus, uh, ja. Maar het lijkt niet alleen een Belgisch probleem te zijn. Je haalde daar net heel terecht Frankrijk aan. Hm. Daar is die vaccinatieverplichting er al. En de gevolgen zijn katastrofaal eigenlijk. Hm. Dus, uh, ja. Het is zeker niet louter Belgisch. Hmm. Dan misschien een keer wat meer toe gaan in de tijd. Meestal werk ik andersom, maar nu zijn we andersom chronologisch bezig. Ja. Maar uh, je hebt ervoor gekozen, zeven, acht maanden geleden, om zeg maar, op de barricade te staan voor jouw collega's uit de zorg. Dat toont volgens mij aan dat je toch een, ja, een serieus gevoel hebt, alleen niet tegen onrechtvaardigheid kan, heb je in het verleden nog zulke uh, initiatieven genomen. Uh, of andere zaken georganiseerd? Mm. Uh, ja, ik ben, een, uh, ik ben eigenlijk als kind uh, had ik al moeite met onrechtvaardigheid. Ik had ook vaak het gevoel dat de wereld onrechtvaardig was. Uh, ik had ook altijd een beetje een soort van tristesse in mij als kind. Ik was altijd uh, mij bewust van alle pijn en onrecht die die in de wereld uh, gaande was en uh, als kind kon ik dat natuurlijk uh, niet benoemen en ik kon dat ook niet kanaliseren. Uh, dat is gewoon iets dat ik me herinner dat ik altijd had en voelde. Um, maar als je natuurlijk ouder wordt, dan leert je om je emoties ook te gaan doorvoelen en om ze te gaan uh, gebruiken als een tool of een drive mechanisme. Uh, om daar iets constructief mee te doen. Dus ik heb dat, ik denk ik... Uh, jaren geleden al hoor, ben ik beginnen kanaliseren... Uh, dat ik echt iets wil veranderen in de maatschappij... en de dingen waar dat ik op aanhaak, eigenlijk. En ik haak aan op onrecht... en op uh, bepaalde minderheidsgroepen ook... die, ja, die in de hoek geduwd worden. Dat letterlijk in de hoek geduwd worden... denk ik dat ik daarop aansla... omdat ik als kind ook wel vaak het gevoel had... Ja, dat ik geen bestaansrecht had. Dat ik in de hoek geduwd werd. Letterlijk en, dan? Of, of wat gebeurde er? Of ja, werd je er best letterlijk of, ben ik ook uh, wel, ben op, uh, wel gepast geweest. Ja, heel, heel zwaar gepast geweest eigenlijk. Was, was dat lagere uh, school? Of, uh, een, een, een vreemde eend in de bijheid. Eigenlijk lagere school, middelbaar. Uh, ik had eigenlijk ook nooit niet zoveel vriendinnen ik was, uh, of vrienden. Uh, ik ik denk niet dat ik de populairste van de klas was als kind, omdat ik ook altijd een beetje atypisch was, een beetje eigenwijs. Ook toen al was ik een beetje een dwarsligger. En ja, kinderen zijn eenheidsworst. En als je een beetje een dwarsligger bent, ja dan moet je ook de prijs die je betaalt. Is dan het feit dat je dan ja, in een eenheidsworstige maatschappij <laughs> niet zo heel veel vrienden hebt op dat moment nu nu word ik daarvoor wel geapprecieerd, maar als kind... Ja, kinderen zijn hard hè, op dat vlak. Dus, Was het ook fysiek of, of gewoon puur? Ja, ja, ja. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik wel uh, ja, een kogel uit mijn haar heb moeten knippen en zo. Uh, dat ze het in mijn haar geduwd hebben. En, en ja, er werd wel geduwd en getrokken. En ja, ik stond ook... Uh, ik had echt wel het gevoel dat ik niet gezien mocht worden. En dat ik ook geen erkenning kreeg voor mijn... Atypiciteit eigenlijk. Op En Welke leeftijd is het dan weggegaan of veranderd? Of wanneer ben je dan sterk genoeg geworden? Mm, volledig gaat dat niet weg. Ik um, denk dat de reden waarom dat ik nu ben, wie dat ik ben, is omdat ik nog altijd dat trauma met mij meedraag. Omdat ik nog altijd vaak het gevoel heb dat ik ja, niet vaak, maar het innerlijk kind in mij heeft het gevoel dat het er niet mag zijn. En, uh, en dat ik in de hoek gezet word. En daarom denk ik dat ik, uh, ik kanaliseer dat door nu uh, in de maatschappij dingen aan te kaarten die in de hoek staan en die eigenlijk echt uit die hoek te gaan trekken. Um, wanneer is dat begonnen? Ja, als je volwassener wordt, word je wel een beetje sterker. Um, maar door, door de, de dingen, dat is de helaasheid van het leven, denk ik, de, brengt u daar. Uh, mijn papa is gestorven, uh, acht jaar geleden. Nu deze zomer gaat dat negen jaar zijn. Na lange strijd uh, tegen, tegen darmkanker, heeft hij drie jaar en een half ziek geweest. En het laatste anderhalf jaar toch wel ernstig ziek. En het laatste half jaar eigenlijk echt stervende. Ik heb dat proces van heel dichtbij meegemaakt. Uh, ik had ook wel een bijzondere band met mijn papa. Dus dat heeft, heeft een enorme impact ge, ge, gehad op mijn leven. Um, in alles eigenlijk. Op dat moment beseft je dat nog niet, want je leeft, in, uh, je leeft uh, op automatische piloot. Uh, afwisseling tussen adrenaline en ja, lethargische. Um, gedissocieerd en, en gewisseld. Af tussen verdriet en. en gewoon verdoofdheid. Maar dan achteraf uh, heb ik daar wel heel veel aan gehad. Dat is echt een, een, een rijkdom om zoiets te kunnen meemaken. Een stervensproces. Afscheid nemen, hm? nemen bedoel je dan? Of ja, dan. Ja, ja, een stervensproces. Hè? Iemand zien sterven hm? is echt. Um, dat is echt werkelijk um, ja, wonderlijk. Um, dat is misschien raar om te zeggen. Maar ik kan dat nu wel zo zien. Ik denk, dat ook, ik denk niet dat mijn papa dat erg zou vinden dat ik dat zo zeg, dat ik dat wel wonderlijk vind. Um, het is wel mooi dat ik dat nu achteraf op die manier kan zeggen. Ik denk dat hij daar ook wel blij mee zou zijn dat ik het op die manier kan zeggen. Op het moment zelf is het, is het afzien en is het pijn. Maar het heeft eigenlijk uh, de manier waarop ik kijk naar, naar de dood en naar pijn en naar lijden enorm veranderd. En dat heeft mij niet alleen geholpen in mijn job ook. De manier waarop dat ik kijk naar pijn helpt mij ook om mijn patiënten te helpen. Um, maar dat helpt mij ook gewoon op alle vlakken in mijn leven. Um, de dood hoort bij het leven en het is pas als we dat aanvaarden uh, ja, dat we minder angsten ook gaan omgaan met dingen zoals corona. Dat we werkelijk de draagkracht hebben. Om daar naartoe te kijken vanuit vertrouwen. En als je vanuit vertrouwen naar zoiets kijkt. dan ga je niet zo rap meegaan hoor. in een narratief. Dan ga je altijd kritisch kunnen nadenken. omdat je gewoon zuurstof. Uh, door je hoofd. De, er blijft gewoon zuurstof door je hoofd stuwen. Uh, door daar zo naar te kijken. En twee maanden naar, uh, na mijn papa's dood. is er dan wel iets gebeurd. Um, die daarop, ja, accumuleerde. En dat is... Uh, mijn zoon is, uh, hij is eigenlijk op een dag uh, gewoon doof wakker geworden. Hij was uh, zijn zintuig kwijt. Dat was zo'n twee jaar, denk ik, hè? Ja, twee jaar het was oud, tweeënhalf. Ja. Ja, ja hij was tweeënhalf. Uh, ja, dat was... Uh, dat, is, dat, is, dat was horror. <laughs> dat is echt horror. Uh, op verschillende vlakken. Sure. Ik, kan daar eigenlijk, ja, ik kan daar uren over babbelen. Dat heeft ook uh, enorm veel inzichten geven, nu achteraf gezien, over uh, ja, wat dat de essentie van het leven eigenlijk is. En de zin van het leven. En de bigger picture, zeg maar, um, door zoiets mee te maken. Uh, maar toen, ja, toen was dat, was dat een moment in mijn leven. Ik kan wel zeggen, ik heb een levendeel voor en een levendeel na. Ik denk dat veel mensen dat wel zo hebben een moment, een scharniermoment, bij mij was dat dan wel. Um, dus ja, dat heeft me wel gebracht tot wie dat ik nu ben. Ik, um, ik voel me eigenlijk wel heel, heel krachtig, net doordat ik um, dat ook allemaal durf toe te laten, dat verdriet en het feit dat dat trauma er mag zijn, dat krijgt bestaansrecht. Verdriet mag bestaansrecht hebben. Toen heb ik dat eigenlijk geen bestaansrecht gegeven. En dat heeft mij een burn-out uh, gegeven. Doordat mijn rouwproces niet kon doorgaan over mijn papa, omdat Casje toen um, dat meemaakte... Uh, heb ik niet gerouwd om mijn papa. En omdat Kas dat meemaakte, heb ik ook niet gerouwd om Kas. Want ik moest er zijn voor Kas. Ik was een leeuwin. bedoel, dan rouwt je niet. Maar dan komt achteraf. Pooh, dat komt eigenlijk een tsunami over u. En dan, hm. dan krijg je een burn-out. Want je kunt gewoon die gevoelens je hebt ze niet naar buiten laten komen. En dan zegt je lichaam: van, Weet je wat? Als jij je emoties niet gaat gaan doorvoelen, dan ga ik wel zorgen dat je ze voelt. En dan. Uh, ja. Ben ik volledig opgebrand geraakt? Ik ben toen wel blijven werken en zo. Uh, ik had niet de luxe, ik had al mijn eigen praktijk. Ik heb die heel mijn leven al trouwens, mijn eigen praktijk. Ik had niet de luxe om mijn eigen een paar maanden thuis te zetten. Dus dan ben ik gewoon blijven doorwerken met die burn-out. Um geleidelijk aan er weer boven gekrabbeld. Hoe wordt je het dan gedaan? Ja, ja. Door, door te gaan zoeken. Ik ben dan wel zo uh, ingesteld. Oké, okay, er is iets mis met mij. En dan blijf ik wel niet bij de pakken zitten. Ik ben beginnen zoeken van, wat is er gaande? En dan geleidelijk aan, ja, zowel op spiritueel vlak, begint je dingen te lezen, bent dingen naar podcasts te luisteren en zo. En dan ben ik ook beginnen studeren naar orthomoleculaire... Therapie, die KPI-opleiding, klinische psychoneuroimmunologie-opleiding. Eh, door dat te gaan studeren begon ik het ook te begrijpen. En dat is eigenlijk ook mijn insteek eh, naar mijn patiënten toe en in mijn job. En in het algemeen ook. Eh, door het te begrijpen wat er u overkomt, niet alleen vanuit de, de biologica. Maar ook vanuit de psychologie, vanuit het spirituele, vanuit het fysiologische, vanuit het rationele, vanuit het irrationele, vanuit het arrationele, gaat je eigenlijk. Um, als je zelf begrijpt, gaat het pas ook de ander kunnen gaan begrijpen. En ik heb eigenlijk uh, mijn, mijn mandje gevuld met non-veel kennis over burn-outs dan. Ik heb dat gemixt mijn non-veel uh, kennis over de psychologie. Uh, achter verschillende dingen. Uh, ik, heb, ik ben ook in, in, in iets spirituelere uh, dan ja, terechtgekomen. Ben begin, uh, Ik heb daar ook een kantelmomentje in gehad trouwens. Uh, dat was vorig jaar op een retreat uh, van Equinox. Uh, dat is een. Uh, Nadien is daar de spirituele moeder, en uh, op het einde van die uh, retreat heeft ze mij vastgepakt, ik kreeg altijd een krop in mijn keel als ik dat zeg, omdat dat raakt of het haakt aan aan mijn, uh, mijn moederwonde zij heeft mij vastgepakt en zegt van Jess, je hebt zoveel licht in je het wordt tijd dat je dat laat zien aan de mensen oh, ik word er altijd nog emotioneel van want ik ben daar zo dankbaar voor en vanaf toen had ik de durf of um, wist ik van oké okay, ik mag er zijn, ik mag tonen wat ik in mij heb. Dat was mijn spiritueel momentje. Dus ja, ik heb dan mijn papa's dood, ik als die doof geworden is, die burn-out. Geleerd, 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 gedoe, input. En dan vorig jaar ja, was dat momentje van oké, okay, en nu mocht je naar buiten komen. Je hebt heel de weg naar binnen afgelegd, en nu mocht je naar buiten gaan. Dus ja, dat was juli vorig jaar. En uh, kort daarna. Uh, heb ik er voor freedom op een voor vrede opgestart? Heb ik er op een keer voor opgestart, ja. 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 ja, dat was mijn traject. En nu. Door. Nochtans, want als ik dat, was, dat was straks, sorry, ik met mijn vraag: van... Heb je al andere dingen gedaan? Want ik weet dat er nog een aantal dingen in het project. Ja, 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 ja. Al uh, oh, drie want, jaar geleden? Dat was nu je eerste ja. mooi project. Hè? En, en ik denk dat dat wel ja. ook mag vermeld worden. Uh. Ja, maar de doofheid van Kas is ook wel iets die me. Uh, ja, dat, het raakt mij tot het diepste kern van mijn wezen. Hè. Laat ons uh, daar duidelijk in zijn: als er iets met uw kind gebeurt, uh, elke moeder of elke ouder zal dat kunnen beamen: dat je dan geraakt wordt tot het diepste cel van je van voelen. En, en, ja, um, dus uh, ik merkte, uh, als en ik zijn. Uh, doen af en toe een keer modellenwerk. Uh, en, ik merkte toch wel dat het feit dat hij een, een cochleair implantaat heeft en een oerapparaatje, ja, dat sommige klanten daar wel wat op afhaakten. Dus uh, ja, vanuit terug, ja, ik, ik haak daarop aan. Waarom haak ik daarop aan? Omdat ik uiteraard zelf ook diep, diep droevig geweest ben, of misschien wel nog altijd ben dat mijn kindje dat moet hebben. Uh, er is ook al een zeker groot deel van mij die het aanvaardt. Um, maar wij struggelen daar nog altijd mee. Ja, hij zelf ook en ik zelf ook. Dus ja, vanuit dat deel van mij dat zelf nog niet verwerkt heeft wat er gebeurd is, ben ik dan aangehaakt op het maatschappelijk fenomeen dat kindjes met een beperking geen eerlijke kansen krijgen in, het, in de modewereld, in commercials en. ...modeshoots van, van kledingmerken of zo... ...zie je eigenlijk heel weinig diversiteit. Hè. Toen zeker. Ik heb daar misschien een heel kleine... Uh, ...spies in de rots geslagen. Maar ik heb daar eigenlijk... Uh, ja, ...vind ik wel... ...er is te weinig uit voor te komen. Maar bon. Dus ik heb toen... ...een fotoshoot georganiseerd... ...met vijf kindjes met een beperking... Um, van A tot Z, eigenlijk op poten zat En uh, dat is gepubliceerd geweest in Knok Weekend uh, in Harper's Bazaar. Uh, ik ben toen ook op VTM Nieuws geweest. Toen kwam ik nog op Mainstream Media. <laughs> nu zou ik wel nog graag hier op VTM Nieuws komen, maar met een ander onderwerp. Maar ik denk, uh, ik denk niet dat ik daar nog welkom ben op dit moment. Um, en dat heeft toen ook heel veel teweeg gebracht. Ik weet nog na dat interview op VTM Nieuws. Um, ja, ik kreeg ook echt heel veel berichtjes. Dat is ook viraal gegaan. Dat die uh, reportage of die editorial is viraal gegaan. Dat heeft wereldwijd zelfs in een aantal magazines gestaan. Um, dus dat was heel mooi. Hè. Er was een meisje bij met een kunstbeen. Er was uh, uh, een kindje bij die in een rolstoel zat. af hè. diversiteit aan kinderen. Um, ja, daar raak je iets, hè. Je raakt iets, en zeker als het uh, over kinderen gaat. Dus ja, het goede doel, als het er onrecht is of een onderwerp die, die als taboe beschouwd wordt of in de hoek staat, dan, dan, dan heb ik wel altijd zin om dat er gaan uit te trekken. Ik heb ook een andere, uh, twee jaar geleden heb ik voor No Babes, uh, ben ik een jaar lang eigenlijk creative director geweest voor alle editorials die nu ook in een boek gepubliceerd uh, zijn, uitgeven door Borghova van Lambrecht. Um, en No Babes is eigenlijk, die heeft nu trouwens een, een, een modellenagentuur voor mensen met ja, een tiny imperfection, zeg maar. Super. Ja. Dat is eigenlijk dus, gekomen, toch? Jouw initiatief dan? Want ja, Morgan heeft en... mij gecontacteerd na Tiny Imperfections. Zij had het idee om hetzelfde te doen, maar met volwassenen. En zij wou graag dat ik de creative direct, de creatieve regie deed van haar shoots. Um, en ik heb dat een jaar lang eigenlijk gedaan. Dat was top. Wij hebben, uh, ik heb onderwerpen uh, aangekaart, zoals uh, gender fluidity bij kinderen. Dat heeft trouwens ook knak gehaald. Er is ook een reportage van geweest in knak. Ik heb ook kindjes geshoot toen, uh, die in quarantaine moesten, los van covid. Dus je hebt kinderen die, ja, die oncologische redenen, kinderen die chemo nemen of om om andere redenen ook in quarantaine moeten. En wij moesten gezamenlijk in quarantaine door covid... dat wij waren er allemaal zo ontdaan van. Maar ik heb dan gezegd van... ja, maar mensen, inderdaad, die quarantaine is erg. En oké, okay, de onderliggende argumentatie... even buiten beschouwing. Er zijn effectief kinderen die dit gewoon... van wie dat dit gewoon het werkelijke leven is. Die dit meemaken door een ziekte. En dat dus waren de quarantine kids. Dat is in elke nationale krant verschenen toen... We hebben vluchtelingen geshoot, we hebben mensen geshoot met chronische pijnproblematiek. Uh, we hebben ook een shoot gedaan omtrent uh, seksuele voorkeuren. Um, we hebben ook een shoot gedaan omtrent de taboe uh, over esthetische chirurgie. Dus echt zo random uh, onderwerpen eruit gepikt. Uh, dat heet No Babes. Het boek is denk ik nog verkrijgbaar. Um, en uh, ja, voilà, dat is nu een modeagentuur geworden. Dus. Uh, ja, het zijn allemaal mooie dingen, hè. Ja, nou, heel de mooi. Wat zou je bent dan denken, wanneer ben je in de modewereld of modellenwereld gestapt? Um, ik had toen nog een de leeftijd. <laughs> Wacht zo, is dat 7 zeven jaar geleden? Ja, ik was toen... 3, 4, 33, 34? Is, en, dan, is dat niet vrij laat, want ik, ja, ken, ik ken niks van. Hè, ja, ja, dan, ik vond, ja, ik vond tot op dan dat ik dat niet echt uh, waard was. Dat was okay. weer... Uh, ik mocht niet gezien worden. Dus ik ging mezelf ook zeker niet gaan presenteren. Was dat een beetje een reactie op het feit dat je dan als kind gepest wacht, Ja, ik heb dat niet zelf. hij zegt van, nu, nu sta ik er... Uh, ik heb dat niet zelf geïnduceerd. Mijn, okay. mijn stiefdochtertje wou dat een keer proberen. En ik ben maar toen naar het modelbureau gestapt. En zij vroegen van... je hebt precies wel een commercieel gezicht. zouden niet zelf je ook inschrijven? Mm. En dan dacht ik van... Oké, okay, ik probeer dat gewoon. Uh, en dat... dat de, ja, dat werkte wel. Ik had wel veel opdrachten, zeker in het begin. Ik had toen ook een mooie leeftijd. Nu zit ik zo in een categorie die wat minder gevraagd wordt um, je hebt zo ja, bepaalde popula populaire categorieën Um, ja, en dat is gewoon heel leuk. Een beetje commercieel werk gedaan. Soms ik in een modeshoot hier en daar. Dus ik zit wel al een, een, een aantal jaar in die modewereld. Dat was een bijberoep eigenlijk. Dat is het nog altijd. Ja. En Kastje ook, hè. die heeft dat toen ook. Uh, ja, heeft ook wel een paar hele leuke opdrachten gedaan. We hebben ook trouwens meegedaan aan een film. Uh, ja, dus eigenlijk wel, wel tof. Dan zag ik dat je na. Het, de, de het doofwoorden van Cas en het overlijden van jouw papa. de bigger picture begon te zien. Mm. Heb je dat juist begrepen? Mm. En zo ja, wat is dan de bigger picture in life voor, voor jou? Mm. Mm. Het, het begint met um, de wetenschap dat het leven zeer kort is. Uh, door de dood van mijn papa ben ik uh, geconfronteerd geweest met de eindigheid van het leven. Uh, vanuit die gedachtenhang, ben ik ook zo beginnen naar het leven kijken. Uh, niet dat ik daardoor uh, roekeloos werd in het aanhaan van bepaalde dingen of in het uh, per se willen uh, bepaalde dingen doen. Maar um, ik besef wel elke dag dat het leven een cadeau is, en dat uw lichaam een cadeau is. En um, en dat is ook de uh, state of mind van waaruit dat ik alles probeer te benaderen. Um, ik probeer de schoonheid te zien in kleine dingen. In dingen die gratis zijn. Ik noem dat soms uh, een gratis mooi momentje. Als Kas en ik in de auto zitten en we zien een mooie zonsophang... dan zeg ik, hé, hey, gratis mooi momentje. Het zijn onnozel dingen, maar eigenlijk uh, is dat de essentie van het leven. Ik, ik hou enorm van fotografie, van uh, poëzie, um, van alle dingen die beroeren. En ik vind eigenlijk... Um, een dag dat ik niet beroerd word door iets, is, is voor mij een verloren dag. En dat wil ook zeggen dat ik op die, op die dag niet volledig ingecheckt was in mijn lichaam. Als we te vaak eigenlijk uit ons lichaam leven... En we zijn daar bezig, maar niet hier. Dan mist je zoveel mooie dingen rondom u. Um, en daar heb ik daaruit geleerd, ja. ja dat, dat je elke dag moet grijpen. En, uh, en niet nie, niks willen, maar het willen zoals het komt. Het gaat hem niet meer over: ik, ik, goh, ik wil nog van alles in mijn leven, ik wil dat en ik wil dat en ik, ik wil dat. Nee, en ik heb vrede genomen maar het feit dat alles wat dat aan, naar mij toe komt, dat dat is wat ik moet hebben, en daarom wil ik het ook. Het dus een, een, een eigenlijk een heel, staat diametraal tegenover de manier waarop veel mensen naar het leven kijken. Uiteraard heb ik veel verlangens en, en wil ik ook echt wel. Soms ja, soms roem ik van een eigen huis bijvoorbeeld. Maar dan kan ik onmiddellijk, maak ik dan die oefening terug naar binnen en denk ik van, nee, ik, ik wil eigenlijk alles zoals het, zoals het nu is. Huh? Gewoon zijn met wat is. Dat is voor mij ook trouwens de, de essentie van, van geluk, de definitie van geluk. Dat is eigenlijk gewoon zijn met wat is. En dat geeft, uh, dat geeft een immense rust als je zo in het leven kunt staan. Um, ja, dat werkt niet elke dag natuurlijk. Ik heb ook zo van die dagen oh, dat uh, ja, dat gewoon veel is. Maar ik kan er telkens wel weer naar binnen gaan en, en blij zijn. Maar, 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 maar alles wat dat... Ja, met de hut... Het overweldigende niets. De, de eenvoud van het zijn, eigenlijk. Wat zou je doen ja. moest je morgen euro winnen? wint? Hmm. Zou je in België blijven? Zou je vertrekken? Hmm. Ik, kan, ik zou eigenlijk twee dingen willen antwoorden. Enerzijds zou ik eigenlijk alles willen opsommen dat ik zou willen. En dat is... Een huis ergens in de, in de natuur. In de stilte. Met, met, met diertjes en groen. En... en um, en, en ja, misschien zou ik ook wel veel meer reizen en zo. Ik zou echt wel dingen willen beleven. Ik zou niet echt veel dingen kopen, denk ik. Ik zou echt dingen willen beleven. Maar dan anderzijds, ik zou dat waarschijnlijk gewoon op mijn rekening zetten en daar misschien gewoon niks mee doen. Ik weet het niet. Ik zou, ik, de wetenschap dat het er is, zou mij wel een, een veiligheid geven. En dat zou eigenlijk voldoende zijn. Ik ken ook wel een paar mensen die ik, die ik wel echt zou uh, meenemen in mijn geluk, hoor. Ik zou echt wel zorgen dat de mensen rondom mij ook voor de rest van hun leven eigenlijk geen, uh, geen financiële zorgen meer moeten nou, Ik weet echt wat het is om financiële zorgen te hebben. Dat is echt... Uh, dus ik zou, ik zou delen. Hm. Ja, zou, zou je nog blijven werken in ja. de zorg? Ja, ja. Ik zou gewoon mijn praktijk houden. Ja, ik zou wel. Ik, ik werk nu soms echt lange dagen. Ik ben soms dood op s'avonds. Uh, het is echt wel zwaar werk. Um, ik zou misschien wat minder uren werken dan. Of mijzelf de luxe permitteren om ook iets meer op vakantie te gaan. Maar ik zou absoluut blijven werken. Ja, mijn patiënten zijn, het zijn soms een godsgeschenk. Die, die houden mij echt met mijn voeten op de grond. Hè. Die... Um, die doen mij ook elke dag terug herinneren hoe waardevol dat leven is. Ik zie iets tussen de 10 en de 20 patiënten per dag, vier dagen in de week. En dat is dan 10 à 20 keer. Een individu die op mijn tafel ligt met zijn eigen pijn, zijn eigen lijden, zijn eigen verhaal, zijn eigen bagage. Ik. Uh, ik uh, en ik voel mee, ik voel wat zij voelen. En ik, ik luister en ik zie en ik hoor en ik kan connecteren met die mensen. Telkens weer opnieuw geven die mij, mij een stukje van hun en, en ik een stukje van mij. En zo is er een uitwisseling en dat zou ik nooit willen missen, want dat houdt mij, uh, dat houdt mij ook zuiver. Moest ik niet meer zuiver zijn, dan kan ik ook mijn job niet zuiver uitoefenen. En dan zou, ja, dan wat zou dat gevolgen met, wat hebben. Voel je zelf, Als je eigenlijk uh, iemand wil helpen als therapeut, moet je vooral zorgen dat er innerlijk uh, ruimte is. Um, dat betekent dat je ook je eigen schaduwkanten constant moet gaan uh, aankijken, in de ogen kijken. Um, dat is heel waardevol, hè? want het is door dat te doen, uh, het is eigenlijk door de ellende te gaan voelen, dat je tot spirituele groei kunt komen. Het, is, het, is, uh, uh, het zorgt ervoor dat je, ja, dat je rijker wordt. Uh, in uw beleven um, van de dingen. En um, ja, mijn patiënten helpen mij daar echt mee. Dus ik word zuiverder en op die manier kan ik hen beter helpen, want de ruis is af mijn lijn. Ja. Het is pas als de ruis af uw lijn is dat je ook beter hoort wat er rondom u gebeurt. Ja. En ik merk dat nu ook het laatste jaar ben ik als therapeut enorm geëvolueerd. Opnieuw en gegroeid in mijn manier van uh, werken met mijn mensen. Doordat ik ook echt nog dichter bij mijn kern gekomen ben, voel ik echt dat ik uh, nog holistischer kan kijken naar de mensen. En uh, ja, op een op, op bepaalde manier nog veel beter kan connecteren. Ik uh, kan echt gaan meevoelen zonder dat het bedreigend is voor mijn eigen uh, grenzen natuurlijk. Hè. Dus uh, dat is omdat ik zelf nog veel meer geankerd ben nu. En dat je moet daarin blijven groeien. Hè. Je moet in het leven ook aanvaarden dat je uh, waarschijnlijk nooit tot bij de kern gaat geraken. Hè. Het is, een, het is een eeuwige strijd van lijden en geluk. En ik zie dat eigenlijk als een soort van leven. Ik zie dat als een donkere nacht. En af en toe is er een bliksem. En op het moment van dat licht heb je de kans om rond te kijken. En op het moment dat, dat die verlichting, dat die bliksem er is, dan, dan, moet, dan moet er rond. Dan moet je, als je, op het moment dat er licht is, moet je kijken en moet je absorberen en moet je de dingen in je opnemen. Om dan de moment dat de bliksem weg is en dat het weer donker is, eigenlijk je weg te kunnen vinden in het leven door wat je gezien hebt op momenten dat het licht was. Ja. Dat is, zo zie ik dat. En je kunt dat doortrekken in, je, in alles: in je werk, in de manier waarop dat je mama bent, naar je kind toe. Um, door telkens op die helder momenten echt input te gaan uh, nemen, dan de weg naar binnen af te leggen, en op donkere momenten ja, kun je, je daarop verder gaan. Je maakt een soort van mentale map om je weg te vinden in het leven. Want het leven is. Niet altijd licht. Het is een afwisseling. Je ja. nou, werkt al een heel aantal jaren dan meer holistisch. T voor de coronacrisis werd door heel veel mensen dan een beetje allee, meewarig over, overgedaan. Er wordt een beetje mee gelachen, uh, denk ik. Dat is volgens mijn indruk. Mm -hmm. Ik heb wel de indruk dat er veel meer mensen zich daartoe aangetrokken voelen, uh, mm -hmm. omdat veel meer mensen beseffen dat de pharma. Industrie toch niet altijd even goed met hun, hun voor heeft. Mm. Ben jij voor dat gedeelte dan dankbaar dat we door deze crisis aan het gaan zijn? Ja. En gaat dat niet leiden tot iets beters nadien? Was mm. dat niet, nee, wat ik wil vragen is: is het niet gewoon nodig geweest dat we deze crisis hebben, hebben gehad? Ja. Ja, Matthias zegt dat zo mooi. Als, als, als de crisis er niet was geweest, wat hadden we moeten uitvinden? Uh, ja, ik, ik ben daar wel dankbaar voor. Ik denk dat dat een window of opportunities is om uh, sowieso niet meer terug te keren naar het oude normale. Want daar was het gewoon waar we allemaal. Pff, uh, Puppets aan een string van onze eigen uh, zinloosheid uh, we waren niet geconnecteerd, maar niks niet, dus uh, uh, en het holistische. Ik merk inderdaad wel dat ik nu uh, ja, dat meer mensen openstaan voor uh, de holistische kijk op de dingen, omdat ze ook gewoon beseffen dat je met het rationele niet alles kunt verklaren. En mm -hmm. Corona is daar wel een heel mooi voorbeeld van geweest. De manier waarop dat het allemaal in donderd gelopen is. En als je nu terugkijkt welke draconische en absurde maatregelen er genomen zijn, moet je dan een keer denken: van allemaal, zijn we daarin meegegaan? Dus mensen beginnen echt wel duidelijker te zien um, dat er een groter geheel is. En daar past dan natuurlijk ook een holistische kijk uh, in op de, op de geneeskunde, op de medische wereld. Nu. Mensen hebben ook een vertrouwen een beetje verloren in de wetenschap en ook terecht. De uh -huh. wetenschap is eigenlijk uh, zeer ontgoochelend geweest. Hè. Zeker de laatste twee jaar was al uh, aan het afstevenen uh, op een grote ontgoocheling. Maar mensen beginnen dat ook uh, te voelen. Er is weinig vertrouwen nog in de wetenschap. En ja, de wetenschap is ook... Uh, niet wat, wat het zou moeten zijn, want een, een echte wetenschapper is iemand die uh, de dingen gaat gaan onderzoeken en. Uh als jij iets tot een conclusie komt, zal een echte wetenschapper diezelfde conclusie ook meteen weer gaan verwerpen om te gaan kijken wat dat hmm. teweeg brengt. Dus uh, de, de, in de quantumfysica zeggen ze een waarheid is een, een constatatie van, waarvan het tegenovergestelde eveneens een waarheid is. Dus dat is wetenschap, het constant... Uh, iets poneren en het dan ook weer gaan afbreken om te kijken wat de gevolgen zijn enzovoort. En nu zit de wetenschap in een bepaalde narratief eigenlijk. Een... Nou, ik denk dat de wetenschap niet het probleem was, maar gewoon dat er maar één, één zijde van, een mm. aantal, van, 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 van het verhaal werd getoond. Want er hadden heel veel wetenschappers die een heel andere mm. mening hadden, maar die werden gecensureerd ja. en, en belachelijk mm. gemaakt. Uh, en gelukkig weet, ja. waren er toch nog een heel aantal wetenschappers die wel moedig genoeg waren. Hè? We ja. hebben daar vandaag al Matthias aangehaald als, mm. als één, 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 één Vlaming die dat heeft aangedurfd. Er zijn er gelukkig nog, nog veel anderen. Mm. Maar ik denk persoonlijk niet dat er een probleem was met de wetenschap. Mm. Buiten dan natuurlijk dat in universiteiten um, dat de pharma-lobby ook wel heel veel te zeggen heeft en, mm. en, en, en onderzoeken ook financiert en universiteiten hangen af van, van geld. Hmm. Um. Er, is, er is veel sturing hoor in de wetenschap. Ik denk dat je niet mocht onderschatten hoeveel dat er eigenlijk uh, gestuurd wordt in het, in het wetenschappelijk onderzoek uh, naar, naar ja, utilitaristisch karakter toe. Um, maar echte wetenschap in essentie bestaat nog altijd, maar wordt op dit moment radicaal geweeg, geweerd. Wegens het niet voldoen aan het uh, coronanormatieve ideaal. En alles wat niet voldoet aan het coronanormatieve ideaal wordt uh, verbannen tot de diepste krochten van moord. Hoor, hè? Ja. Dus ik uh, denk dat dat vooral fout uh, is wat er op dit moment in de maatschappij geerst. En mensen gaan dan zoeken naar oplossingen en komen dan terecht bij het, de holistische kijk op de dingen. En terecht, natuurlijk. Ook al heb je daar ook uh, een narratief en zijn er daar ook natuurlijk charlatans en pseudo-wetenschappers uh, die het voor ons ook allemaal een beetje moeilijk maken om onze geloofwaardigheid te behouden. Nu, ik, ik heb natuurlijk mijn medische opleiding. Ik heb vijf jaar faculteit geneeskunde gedaan. Daar krijg je wel een zeer brede basis. Uh, ik ben eigenlijk echt rationeel. Opgevoed, zeg maar, uh, in, mijn, in, mijn, in mijn studie dan nog, dan toch in mijn job. Maar uh, doordat ik die rationele fond heb en daar heel veel kennis heb opgesmeten, kan ik ook eigenlijk heel gemakkelijk en met heel veel vertrouwen daar weer uitstappen. Dat is ook het mooie van wetenschap. Hè? Wetenschap um, brengt ons daar waar we geraken met de grenzen van het rationele aan tot aan de grens van het rationele waar dat we dan weer kunnen achterlaten en, en dan komen de mooie dingen, dan komt het irrationele um, en de holistische kijk op de dingen is gebaseerd bij mij toch op toch zoveel mogelijk evidence-based dingen en toch zoveel mogelijk wetenschappelijk bewezen dingen, tussen aanhalingstekens um, want in mijn ogen kan wetenschap op zich niets bewijzen. Het kan wel gaan ontzenuwen. Het kan bepaalde dingen gaan ontzenuwen. Maar om echt te zeggen van kijk, dit is nu een hypothese en dit wordt 100% bewezen door de wetenschap, dat is heel moeilijk. Je kan hoogstens een bepaalde hypothese die er is gaan ontzenuwen. Dat is eigenlijk wat dat wetenschap voor mij doet. Dus uh, ja. Ik heb de waarheid daarop niet in pachten. Um, ik probeer gewoon vanuit mijn job, als ik met een probleemsituatie zit een bepaalde casus, een patiënt die voor mij zit, ga ik echt wel gaan kijken naar alle puzzelstukjes. Ik ga kijken wat is er biologisch aan de hand. Kunnen we dat psychologisch gaan verklaren? Uh, kan ik met die mens connecteren? Kan ik echt babbelen madame? Kan ik gaan invoelen wat dat er scheelt? Um, Gaan duiken in het verleden ook, praten over bepaalde trauma's, over kindwondens, de, de patiënt meenemen in een reis doorheen zijn lichaam. Dat is eigenlijk mijn taak. En waar die reis ons leidt, dat weet je niet. Maar als therapeut moet je de kennis opdoen om de reis te kunnen maken naar overal waar het lichaam u brengt en dat is wat ik zie als holisme. Je zorgt ervoor dat je tools hebt om uw patiënt bij de hand te kunnen nemen en ah we moeten naar daar, oh, het de goed gaan naar daar ah we moeten naar daar, oh, aan de is goed. Maar ik ga mee met u, He? Ik ga mee, ik ben bij u en ik probeer het, het, het te onderbouwen en ik begeleid u en is dat dan met Iets analytisch of iets rationeel, of is dat dan door echt op een zeer spirituele manier met die patiënt om te gaan? Het kan er allemaal bij voor mij, omdat ik eigenlijk die weg naar binnen heb afgelegd. Ja. En zowel heel rationeel geweest ben in mijn leven, als heel, um, heel um, geïnteresseerd in het mystieke, en ook zelfs een beetje ondergevig aan het mystieke, Als kind was ik ook enorm. Ondergeven aan het mystieke als kind uh, zag ik mensen schimmen aan mijn bed staan. Ik had, altijd, uh, uh, ik, ik had altijd een oude indiaan, een shaman die aan mijn bed stond s'nachts. Ik, ik droomde heel vaak zeer levendig. Ik voelde aanwezigheden van entiteiten. Ik was een zeer, zeer gevoelig kind. Uh, ja, gevoelig voor... Dingen die niet benoembaar waren. Dingen die niet zichtbaar waren. Dingen die deel uitmaken van een andere dimensie. Of van... Ja, een kwantumveld of whatever. Dus ik, ik was er als kind wel gevoelig, gevoelig aan. En dan als je volwassen wordt, ja, dan... dan je bent te studeren en dan, ja, dan krijg je al die kennis tot u. En dan word je zo wat rationeler. En dan uh, als je dan... Bijna het 40 zijt, dan komt op een punt in je leven waarin dat je zo alles kunt nemen wat dat je al meegemaakt hebt en je smijt dat in, uh, smijt dat in een blender. En dan uh, komt er daar eigenlijk iets heel moois uit. Hè. Maar dat vraagt wel wat moed natuurlijk, hè, om dat ook onroerend te zien. Want je kunt niks in een blender smijten dat je niet eerst een je handen gehad hebt. Hm. Je ja, moet eerst echt al je. Ja, al uw lelijk, in, in, in al uw lelijkheid ook durven kijken naar uzelf. Ja. Heb je al concrete zaken gedaan met die kwantumfysica? Naar opleidingen toe? Of, of, uh, of, want je bent er ook met, veel mee bezig, denk ik. Hè? Ja, ik lees veel. Ik lees veel boeken door elkaar. Hm. Uh, ik weet echt niet of dat iets, iets goed is om veel door elkaar te lezen. Maar ik ben op dit moment wel bezig. In, uh, een boek over het kwantumveld. Dat is heel interessant, want dat kan, uh, dat, 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 daardoor kun je ook connecties maken met andere, werk, met andere uh, werkvelden. Met het psychologische bijvoorbeeld, of met het biologische. Uh, bijvoorbeeld, in het kwantumveld bestaat er zoiets dat heet uh, non-locatie. En eh, non-locatie wil zeggen dat subatomaire deeltjes, dus materie, kwantummaterie, eh, die met elkaar eh, in connectie gekomen is, eh, als die eigenlijk ver verwijderd zijn van elkaar, eh, er is geen eh, in afstand of in tijd, dat die nog altijd geconnecteerd blijven met elkaar. Eh, en dat die dus eigenlijk ook voelend zijn... Ook al zien ze elkaar niet. Dat is bewezen, dat mm -hmm. is kwantum fysica. Ja. heet non-locatie. Um, als je daarover bent na te denken. Ik heb soms bijvoorbeeld, ik denk aan iemand waar ik dan al lang niet meer aan gedacht heb. En dan tien minuten later krijg je een berichtje van die persoon. Om te vragen: hé, hey, het? ik heb je al lang niet meer gehoord. Maar echt, hè? Ja, tien minuten ik denk ervoor. Ik zou herkennen waarschijnlijk. Ja. 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 Dat is echt hoe dat je zo intuïtief kunt dingen aanvoelen zonder het te weten. Dus dat is het makes sense. Het kwantumfysische bijvoorbeeld, als je dan kijkt naar um, de fysiologie van uh, de polyverhaaltheorie, bijvoorbeeld. Daarin bestaat er zoiets als um, neuroceptie. Neuroceptie betekent dat onze nervus vagus, dat is onze tiende hersenzenuw, maakt deel uit van het autonome zenuwstel. Die scant eigenlijk uh, de omgeving af, die scant jou af, die scant de ruimte af, die scant de situatie af en die vertelt ons of een situatie veilig is of onveilig. Hè. Die geeft ons een heleboel informatie over de situatie. Bestaande zichtbare dingen, maar ook onbestaande onzichtbare dingen. On, ik zeg daarom niet dat ze niet bestaan, maar geen concrete dingen. Abstract, uh, dingen die gewoon voelbaar zijn, maar niet zichtbaar. Neuroceptie uh, gaat perceptie vooraf. Eigenlijk weten wij al of iets veilig is of onveilig nog voor. Dat onze perceptie ons dat vertelt. Zo kunt je bijvoorbeeld op een bepaalde plek uh, komen en eigenlijk aanvoelen van mm, dat, oh, dat is hier niet goed, slechte karma of slechte energie. En dan pas achteraf weten of te horen krijgen dat er op die plek uh, iemand vermoord is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hmm? Dus dat is eigenlijk die neuroceptie haat zelfs ons bewustzijn vooraf. Dus eigenlijk zijn we in essentie allemaal heldervoelend. Ja. En daar kan je de connectie maken tussen het fysiologische het uitlegmechanisme van die nervus vagus, dus de pure biologica, en het spirituele. Want ik heb net uitgelegd dat wij eigenlijk allemaal heldervoelend zijn. Dus ik haal, de ik haal iets uit de kwantumfysica, ik haal iets uit de biologica, ik haal iets uit de psychologie, waar ik ook enorm veel over, over, en over lees. Ik ben voor iets grote fan van uh, um, Jan Heurts. <laughs> dat hij een heel mooie manier, een heel mooi kijk heeft op de dingen in de maatschappij en het leven. Ik lees heel veel poëzie, daar haal ik ook heel veel uit. Voor mij is poëzie eigenlijk de connectie van alles. Poëzie uh, is wat je kan halen. Uh, de diepste bron van poëzie ligt in het, uh, het onuitspreekbare. Het voelen van het onuitspreekbare. Als iets onuitspreekbaar is en gevoeld, maar je kunt het. Er is geen, er is geen, geen enkele talige manier om je echte diepe voelen te gaan uiten. Dan komt poëzie. En als ik zelf poëzie schrijf, dan. Uh, dan, dan kom ik in een soort van medita, meditatieve zone of een zone waarin dat ik schrijf. En dan vaak moet, moet ik achteraf lezen wat ik geschreven heb om het te begrijpen. Dat is. Dat is uh, ja. Dat komt woest, zo. En dan moet ik echt. Dus je, je zit even in een bepaalde... dimensie van jezelf... waarin... Ja, dat je gevoelens als schrijvend... naar boven komen... en daarna check weer in... In je, in je cognitieve brein... en moet ik werkelijk gaan lezen... wat ik geschreven heb... en nu doe ik dat nog altijd... mijn gedichten soms herlezen... van bijvoorbeeld een jaar of twee of drie jaar geleden... om te begrijpen... wie dat ik op dat moment was... dus dat is... Ja. Dat Hoe het. kan je dat verklaren? Fysiek of, of, of via kwantumfysica? Uh... Sommige dingen, C, Steven, zijn niet verklaarbaar. Nee, no. ik, ik hoef dat ook niet te verklaren. Ik, um, schrijven is voor mij... Um, het, ...of soms een precedent van voelen. En soms... Het gevolg van voelen. Het, het, het heeft een circulaire causaliteit. Um, soms voel ik zodanig veel dat ik het niet kan uiten en dan, dan schrijf ik poëzie. En soms uh, schrijf ik poëzie en voel ik daarna pas wat ik geschreven heb. En dat is zo mooi, want je moet dat niet snappen. Dat is het mooie eraan. Want als je het wil snappen, herleid je tot iets rationeel. Hm. En dan is het weg. Dan is het geen poëzie meer. Hm. Oh, dat heb je heel mooi gezegd. Ik um, denk dat we nog uren zouden kunnen praten. Um, maar ik denk dat we al vrij veel gezegd hebben. Ja. Heb jij nog... Bij nog even tijd heb je nog iets dat je zegt van... Uh, dat is toch iets belangrijk, waar ik het graag over zou willen hebben of dat is toch een boodschap die ik heel graag zou meegeven aan onze kijkers of, of, of luisteraars ja, ik wil um, ik wil eigenlijk wel iedereen um, een boodschap meegeven om um, in, de, in de kracht te blijven de komende maanden tegen het narratief in, gaan we allemaal zeer krachtig moeten, moeten blijven en uh, om in uw kracht te blijven wil zeggen. Durf te doorvoelen. Durf ja, meegaan met de, met de bocht. Uh, door te doorvoelen uh, wat zich aandient. Is dat angst? Doorvoel het. Duw het niet weg, want dan wordt het rondzwevend. Is dat boosheid? Doorvoel het. Handelt er niet naar. Je uw boosheid niet. Je voelt het gewoon. Het mag er zijn en het gaat ook weer passeren. Door de gevoelens te gaan doorvoelen, lossen ze op. Ik heb je dan tips voor die personen? Iemand die boos is, wat moet hij doen? Moet hij heel hard roepen? Moet hij een keer gaan lopen? Of, hmm, dat zijn hele concrete en oppervlakkige tips. Ik zou daar eerder in de diepte naar willen duiken. Van, telkens dat iets u doet voelen. Telkens je, er iets is dat je iets doet voelen, moet je naar binnen kijken en nadenken over waarom dat is. Je u zo voelt dat je aanslaat op dat één ding. Dat, dat moet je waarom. Je dat op je eentje doet, moet je dan andere begeleiding doen. Waarom haak je aan op iets? Ja, dat is de spiegel hè, die je eigen dagelijks voorhoudt. Uh, op je eentje, uh, ik doe dat op mijn, ik doe dat niet op mijn eentje juist. Nee, nee, ik heb een, uh, toch een aantal maar, ja, spirituele begeleiders zeg maar, of therapeuten of. Allez, je kunt daar echt wel in therapie kunnen daar wel. Uh, in worden, zeg maar, om dat te gaan doen. Maar wij hebben ook allemaal de kracht om op ons eentje te doen. En het, uh, in essentie is het ook alleen maar mogelijk om dat op je eentje te doen. De reis naar binnen moet je afleggen alleen. En wij hebben allemaal de kracht om dat te doen. En uh, het is dat, dat ik ook wil, wil meegeven aan de mensen. Van, heb de moed om je om verleden aan te kijken, om te kijken. Uh, naar uh, datgene wat u het, wat u het, het, het meest wezenlijk raakt. Uh, datgene wat u, wat u pijn doet, wat u pijn gedaan heeft. En ah, zij daar zacht voor. Bekijk dat maar, liefde. Um, bekijk dat maar, zachte ogen. Pak dat vast. Draai het om. En gooi het weg. Ik moet u plotseling denken aan een liedje van Brihang: <laughs> dus, Pak het vast. En gooi uh, het weg. Maar het is, ook, het is ook zo, je moet dat doen met de dingen aan de binnenkant. En dan uh, creëert je uh, zoveel ruimte om uh, dat diep licht en liefde die er zit van binnen. Want wij zijn allemaal geboren in liefde en licht. Hè. Ik geloof ook echt dat mensen uh, in essentie goed zijn. Hè. Ik geloof werkelijk dat wij allemaal goed geboren worden. Ik geloof gewoon dat sommige mensen niet weten hoe ze goed moeten handelen. Maar ik geloof echt dat iedereen het goede in zich heeft. Zelfs Frank van den Broeke. Ja, ik zou eigenlijk waaraan een keer met die mensen echt diep, diep, diep in gesprek gaan. Want ik geloof echt, ja, voor, ook voor de politiekers is dit geen, geen eenvoudige tijd. Hè? Die zien ook af, hè? Die zien ook af. Dus ik zou daar vooral met zachte ogen naar kijken. Maar om dat te kunnen doen, moet je dus met zachte ogen naar jezelf kunnen kijken. Want daar dat denk ik. Want jullie hebben toch al genoeg de vraag gesteld om hem in, in gesprek te gaan. Ja. Ook nee, de vakbonden en zeker in frans België hmm. en vanuit de zorg. Uh, en weigen toch altijd, of, of zie ik het fout? Ja, dat, ik denk niet dat die mens openstaat uh, voor constructief gesprek, omdat. Uh, ja, ik denk dat die, 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 die zit daar niet die zit niet waar ik zit ik kan werkelijk zeggen ik kan nu met mijn ergste vijand hier komen zitten en nog vanuit een, een compassievolle uh, modus in gesprek gaan met die persoon dat is die compassie je leert kijken met compassie naar jezelf en dan pas kun je met compassie naar anderen kijken dus die zelfcompassie en die compassie Frank, die zit daar niet. Die, die, ja, ik begeef mij daar en hij begeeft zich ja, daar ergens. Waar dat je nog helemaal die transformatie niet doorgemaakt hebt. En wie weet haat hij dat ook nooit meemaken. Want sommige mensen kunnen, ja, liggen op een reservat en hebben zelfs nog niet door wat dat de essentie van het leven is. En dat is zo. Mensen mogen er ook zijn. Maar uh, als het aan mij lag, dan gingen wij allemaal in verbindende communicatie. Dan, oh, dan zou ik echt, uh, hey, echt gesprekken organiseren. Om te kijken van, oké, okay, waar kunnen we hier een spies in de rot slaan? Waar kunnen we eigenlijk tegemoet komen naar elkaar? En dat moeten we ook doen vanuit... De, de, de mensen individueel moeten, moeten... Moeten is dwang, maar... De verandering begint eigenlijk ja, werkelijk bij onszelf, hè. Want ook de wakkeren zijn vaak heel polariserend en vaak heel uh, woedend of... Uh, uh, ik, ik merk ook in ons eigen kamp heel veel ego die opspeelt en, en dat zijn ook eigenlijk allemaal dingen die niet, die niet constructief zijn, hè. Dus echt voor de toekomst moet iedereen maar echt een keer beginnen maar naar zijn eigen te kijken, hè. Daar begint het, hè. de sleutel van de verandering ligt hier. Krikrak dat open doen en dan pas naar buiten gaan. En dan, zoals een oneenigheidsteken, gaan verbinden met de mensen. Dan kan je weer verbinden met elkaar en hoef je niet te gaan verbinden met een massa. Dan, ja, dat is. Uh, dus veel moed aan de mensen de komende maanden om die weg naar binnen te kunnen afleggen. Uh, ik denk dat dat heel mooie en, en positieve woorden zijn. Ik denk dat dat een mooie manier is om, om dit uh, leuke en warme gesprek te beëindigen. Dan zou ik nog heel graag bedanken, Jes, om uh, dit gesprek te, te hebben. Uh, ik vond het aangenaam. Uh, dus ja, dank u wel. Mensenlijks. Mijn ken eert jouw ken. Steven. Super. Dank je wel. En dan wil ik ook graag jullie beste kijkers en luisteraars bedanken om weer al te kijken. Ik zou jullie ook nog willen vragen om zeker eens onze website te bezoeken. Want we hebben nu gemerkt dat er een, uh, toch al minstens één aflevering van YouTube is gehaald. Moest dat in de toekomst nog gebeuren? Gaat die aflevering altijd uh, via Rumble uh, verschijnen? Uh, dat kan u altijd um, ja, bekijken via onze website. Uh, en u mag ons uiteraard ook altijd steunen. Dank u wel en heel graag tot een volgende aflevering.